Mensen op de tribune, allemaal hartelijk welkom bij deze commissievergadering. Kennelijk staan er weer een aantal punten op de agenda die er toe doen. Ook mensen thuis, allemaal van harte welkom. Ik wens u veel luistergenot vanavond. College welkom, commissieleden welkom. En hiermee is de vergadering geopend. Zijn er nog mensen die willen inspreken en die zich nog niet gemeld hebben? Dat is niet het geval. Dan zijn er geen insprekers voor de begroting. Ja, maar u had zich al gemeld. Ik vroeg om mensen die zich nog niet gemeld hadden. Dan gaan we over tot vaststelling van de agenda. De agenda die wordt iets door elkaar gehaald vanwege de insprekers. De sporthal, daar hebben we een inspreker voor, dus die gaat één. Ja, die gaat één naar voren. En dan geef ik u nog mee dat de agendapunten 9 en 10 naar de vergadering van 10 november gaan. En de overige punten gaan naar de vergadering van 17 november. Er was een vraag van mevrouw Wennaars. We gaan maar tot punt 8, begrijp ik. Nee, we gaan verder. We gaan tot bij punt 14. De commissiestukken van vanavond, met uitzondering van 9 en 10, gaan naar de raadsvergadering van 17 november. Want anders moeten we iedere keer misschien weer opnoemen van wanneer wordt dat nou behandeld. Maar ik geef vooraf u te kennen dat 9 en 10 onderdeel zijn van de begroting. Goed. Dan gaan we over naar agenda punt 5, verordening voor rentenbelasting. En daar spreekt in meneer Kruisinga. Het woord is aan meneer Kruisinga. U kent de spelregels, meneer Kruisinga. U hebt 5 minuten. Ja, 5 minuten. Ik ga proberen. Oké. Houdt u me wel op de hoogte. Nu gaat er 5 minuten in. Geachte voorzitter, leden van de raadscommissie en burgemeester en wethouder. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat ik hier stond, toen voor het schokkende bericht van de verhoging van rentebelasting 2015. Nu door de voortzetting van het foutieve beleid. Toen was ik onzeker wat ik in Ommen zou aantreffen. Dat is mij nu na 2 jaar wel duidelijk. Het is niet in orde hier in Ommen. Nog steeds maakt u verkeerd gebruik van uw recht om forensenbelasting te heffen. U weet dat de bezwaren op het beleid van 2015 nog steeds niet zijn afgerond. U bent daar nu al bijna een jaar mee bezig. Binnenkort staan wij met meer dan 10 personen van meerdere parken voor de rechtbank in Zwolle. Het kan niet zo zijn dat de wetgever de manier waarop u het recht om forensenbelasting te heffen toepast zoals is bedoeld. We gaan naar de rechtbank om de willekeur en de ongelijkheid aan orde te stellen. Een negatieve uitspraak zal onze overtuiging niet veranderen. Ik zal in de volg niet meer spreken over forensen, maar ons noemen zal we zijn. We zijn particuliere eigenaren. Een forens is volgens Van Daal iemand die in een andere woonplaats werkt, een pendelaar. U kent ze wel, ze zijn ook hier vanavond aanwezig. Wij zijn recreant. Wat ligt hier vanavond voor u? U hebt in 2015 de opbrengst van de forensenbelasting vanwege een gemeentelijke tekort met 250.000 verhoogd. Dit bedrag werd omgerekend naar individuele verhoging per particuliere eigenaar en met een verschillende verhogingspercentage per groep. Wij zien dit nog steeds als een onrechtmatige daad om uw gemeentelijk tekort op deze wijze te dichten. Nu opeens een verlaging van 50.000 euro. Waarvan u misschien denkt dat burgemeester en wethouder daar een compliment voor kan krijgen. Niets is minder waar. De particuliere eigenaren zijn momenteel gekwetst door het voorliggende voorstel. Als voor een eenvoudig voorstel 5 pagina's nodig zijn, dan moet u oppassen. De wethouder heeft voor de zomervakantie al geconstateerd dat hij 50.000 meer aan forensenbelasting ontvangen heeft dan waarop hij gerekend had. Toen is hij bij zichzelf te raden gegaan en gemeend dit, met goedkeuring van de andere leden van BMW, te moeten teruggeven aan de belastingbetalers.
In dezelfde periode hebben wij aangeboden om overleg te voeren om een kader te formuleren om de hoogte van de vennootschapsbelasting vast te stellen. Ook wij weten dat er geen wettelijk kader bestaat. Dit overleg is opgestart, maar het heeft niet tot resultaat geleverd. De wethouder houdt gewoon vast aan zijn eigen beleid en in zijn enorme goedwilligheid brengt hij het teveel ontvangen geld ook in mindering op de nog op te leggen aanslag van 2016. De wijze van handelen, schuin gedrukt, lijkt wel op een kind dat 4 snoepjes van zijn moeder pakt, ziet dat hij er 5 gepakt heeft en waarvan hij later vindt dat hij er toch maar eentje moet terugleggen omdat hij zijn vriendjes te grieven en maar 4 nodig heeft. De wethouder verdeelt de 50.000 euro evenredig over alle forensenbelastingbetalers. Dat die evenredigheid niet plaatsvond in 2015, vergeet de wethouder maar gemakshalve. De laagste groep, toen de chalets en de staakervens, werd toen met iets meer dan 15% verhoogd. En de andere groepen 50 tot 130%. Nu opeens wel een evenredige teruggave van het teveel geïnde. Als u het snapt, wij niet meer. Onze open houding en democratische wijze van bezwaar maken wordt volledig miskend in Ommen. Wij zijn lucht voor u. Beseft u wel hoeveel gelegenheid wij bieden door onze aanwezigheid? Van de oorspronkelijke 250.000 wordt nu 50.000 teveelgeven belasting teruggegeven en hiervan komt nog maar de helft terug bij degene die het meest daarvoor betaalden. Tevens wordt er in het stuk uitgebreid gesproken over een aanpassing van de hoogste groep. Dit betreft even minder dan 1%. Van de 1200 zijn het er minder dan 10 waar nu zoveel ophef over gemaakt wordt. U wordt weer misleid door uw bestuur met niet de zaken doende motieven. Wanneer stopt dit? De onevenredigheid in de belastingheffing neemt nog meer toe. Een bepaalde groep particuliere eigenaren krijgt de grootste verhoging voor de kiezen. U sjoemelt niet met software, maar met belastingen. Ik begin even onderaan verder. Raadsfracties, draag het bestuur op om deze zaak uit de wereld te helpen door met de forensenbelasting terug te gaan naar het niveau van 2015, dat wil zeggen 518.000 euro inkomsten, prijspel 2015, en de extra verhoging van 250.000 vanaf van 2017 te verdelen over de OZB van geheel Ommen. Daar betalen dan ook de particuliere eigenaren aan mee. Dit komt neer op een klein bedrag per huishouding. Dit is alles wat er moet gebeuren. 2 zinnen en geen 5 pagina's tekst. Dat scheelt 15 rechtszaken, een jaar lang een ambtenaar, advocaatkosten en het belangrijkste, het levert op, rust in de tent. Wel een verhoging voor de huizenbezitters in Ommen, maar wel rechtvaardig. U zult in de toekomst wellicht toch de FB door een wijziging in de gemeentelijke heffing moeten veranderen. Breng de FB nu al terug, dichter bij het niveau van de buurgemeenten. Want begrijp wel dat als iemand zich onrechtvaardig behandeld voelt, dat dit niet verandert met een doseurtje uit eigen portemonnee, maar dat het gevoel hierdoor alleen maar verslechtert. Meerdere particuliere eigenaren hebben mij verteld, ze gaan persoonlijk te strijden trekken en ze vragen publiciteit. Het zij zo. Het is een antwoord op uw verkeerd beleid. Wijs het voorstel af zoals u met de toeristenbelasting hebt gedaan. En kom met het hierboven genoemde sterk vereenvoudigde voorstel op 17 november voor de FB in de raadsvergadering. Doe het. Dan pak ik nog even een stukje middenin. Afgelopen week werd mij nog verteld dat een eigenaar bewoner van een recreatiebungalow met gedoogvergunning, dus geen FB-betaling, in Ommen een brief stuurt naar de gemeente met een verzoek om permanente bewoning toe te staan en dat de definitieve vergunning hem of haar direct gegeven is. Meerdere zullen volgen. Zo worden lokale bewoners bevoorrecht. Hun kinderen kunnen later het huisje gewoon met een nieuwe vergunning overnemen. Dit verloopt allemaal in Ommen, stilletjes binnen dezelfde doelgroep, parallel aan onze bezwaarzaak. Begrijpt u het? Wij niet. Raadsfracties, laat het onrecht niet verder voortwoekeren en sta gezamenlijk op. Het bewijs dat de wethouder van Financiën in casu BMW het niet doet. Weet u dat zij de echte forensen zijn en dat u die keurig compenseert voor de reis- en verblijfkosten? Onrechtvaardigheid gebeurt vaker in de gemeente. En dan een stuk wat ik genoemd heb, dan sluit ik af met wij zijn duidelijk geweest. We hebben persoonlijk de burgemeester, de wethouder en u als raadsfracties gesproken de afgelopen jaar. We hebben brieven geschreven. Helaas bent u nog zo onfatsoenlijk om op 2 partijen na niet te reageren op onze brieven. Behandelt u zo ook uw eigen burgers? De ontevredenheid van de particuliere eigenaren wordt steeds groter. Het begint nu al vormen aan te nemen dat de lust voor de heleboel mensen het vergaat om naar hun huisje in Ommen te gaan. Ommen krijgt een negatieve klank en die ettert door. Dank voor het luisteren van deze uiteenzetting.
Meneer Kruisinga, Mag ik nog even blijven? Ja, want er zijn mogelijk wat vragen voor u. Oh, oké. Wie heeft er een vraag? Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Meneer Kruisinga, op welke wijze kunt u aangeven op welke wijze u betrokken bent geweest bij de totstandkoming van dit voorstel wat nu bij ons voor ligt? Wij zijn daar niet bij betrokken geweest. De wethouder heeft in juni ons al gezegd dat hij die 50.000 euro te veel had. Dat hij overwoog om samen met zijn collega's, dat moest hij nog bespreken, dat terug te geven. Terwijl op het aanbod ingegaan dat wij gezamenlijk een kader zouden gaan formuleren. Dat hebben we geprobeerd. Want hoe je het went of keert met toeristenbelasting of uitkering uit het gemeentefonds en dagen dat we hier zijn. Je komt nooit hoger dan het oude tarief wat wij hadden in het verleden. Maar dat is allemaal dus niet opgenomen. Dus wij hebben twee keer zijn de vergadering geweest. Op zich in goed overleg met ambtenaren. Daar schort het niet aan. Maar het is niet gehonoreerd wat wij willen hebben. En de twee vertegenwoordigers op de drie, die hebben dat besproken. Die zijn ook uit de parken. En ik kan u zeggen, na de hand, is alle parken, en ik vertegenwoordig dan 10 parken, unaniem, absoluut afwijzen van hetgene dat we dat niet kunnen aannemen en dat het niet is, dat we het niet voor onze rekening nemen. En dat we het alleen maar zo kunnen zeggen van, is niet geluisterd en we zijn niet tot een redelijke kaderstelling gekomen. Dus feitelijk, als ik nog mag, voorzitter, feitelijk zegt u daarmee dat dit, wat in het stuk staat, richting ons staat, dit is een eerste stap. U ziet dit als een eerste stap in de goede richting. Wat u betreft is dit dus geen stap in de goede richting. Nee, wij vinden dit een verkeerde. Je gaat niet iets wat onrechtvaardig is beginnen met iets wat aan de ander iets af te nemen. Iets wat niet goed is, niet onrechtvaardig is, moet je aan de andere kant zeggen, wij zijn het is niet goed geweest, je begint aan de andere kant. Dat aan de andere kant misschien een speelruimte is van, er moet iets meer verhogen dan die vijf, dan de OZB, dan begin je aan de goede kant. Nu begin je aan de verkeerde kant en zeker ook nog met iets wat nooit begroot is geweest, wat te veel is binnengekomen, waarvan ik denk misschien wel door onszelf, omdat door onze acties afgelopen 2 jaar de hele gemeentelijke administratie natuurlijk geweldig op zijn kop is gegaan. Wat is nou toeristenbelasting? Wat is nou forense? Wat zijn de waardes van de huizen? Daardoor is er waarschijnlijk veel meer binnengekomen. Dat is helder. Dank u wel. Iemand anders nog van de heer Bongers? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u, heer Kruisgraaf, voor uw toelichting. Wat mij nog niet helemaal helder is, u gaf een voorbeeld waarin een dubbel beleid gevoerd wordt. Waarbij een eigenaar van een recreatiewoning, te Ommen, op een gegeven moment een vergunning krijgt voor permanente bewoning. U vindt dat ongelijkheid? Kunt u dat even toelichten? Ik kan misschien heel kort even uitleggen. U heeft in Ommen, er zijn recreatiebungalows. En voor een klein aantal, heeft u een aantal jaren geleden, misschien een jaar of 10 geleden hoor, dat is voor mijn tijd. Zijn gedoogvergunning afgegeven. Die mensen mogen daar blijven wonen. Alleen als ze uit de woning, als ze de woning gaan verkopen, dan is het wel gewoon weer een recreatiebungalow. Dan mag er ook niet weer in, dan mag niet definitief, mag niet in gewoond worden. Dus die mensen die betalen dus ook geen forensenbelasting. Het is gewoon mijn buurman, die heeft deze gedoogvergunning, die betaalt geen cent forensenbelasting. En wij dus wel. Nu zijn er mensen die sturen een brief naar de gemeente en zeggen, kunt u die gedoogvergunning veranderen in een definitieve vergunning? Dan mag je dus altijd, dan wordt gewoon een woning, een definitieve woning aan het gemeentebestand toegevoegd. En dat is dus ook gebeurd, tenminste. De zoon van de eigenaar heeft mij verteld, en ik ga niet naam zeggen waar het is geweest. Zo is het mij te oren gekomen. En als het mocht in die waar zijn, dan zult u dat zelf. Het is bij een park, en de park zit niet bij de 10. Kan ik u wel zeggen. Nog meer vragen? Ja, ik ben er overdag wel een beetje gewend, dus ja, zeg maar. Ja, maar goed van mij. Ik heb er geen problemen mee hoor, als u zelf nog een keer vraagt of er vragen zijn. Maar volgens mij zijn er geen vragen meer, dus ik mag de plaats weer nemen. Okay. Dan zou ik de gewoonte door willen zetten die we de laatste tijd gedaan hebben om dit onderwerp gelijk te behandelen. Wie wenst hierover het woord? De heer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Door de inspraak van de inspreker zijn we toch wel wat in verwarring geraakt. Omdat wij goed beseffen dat het stuk wat nu voor ligt enerzijds een inhoudelijke bespreking kent, dus over de inhoud. Anderzijds natuurlijk de heel duidelijke financiële component.
En daar is naar ons idee op zich niks mis mee. Maar let wel, er moet natuurlijk wel gekeken worden naar een juiste weergave van de gang van zaken. En onze aanvankelijke reactie was dat wij best positief zijn, ook positief beoordelen, dat de wethouder kans heeft gezien om in werkgroepverband met dit voorstel te komen. We hebben goed begrepen dat het niet een totale oplossing is. Was ook niet 1, 2, 3 te verwachten, maar in ieder geval een stap de goede richting uit. En wij hebben daar wel wat vragen bij, en nu zeker. En de eerste vraag is, welke waarde heeft nu eigenlijk dit overleg? Dus de betekenis van het werkgroepverband. En dan letten we met name op de weergave in het ambtelijk stuk, in het raadsvoorstel, dat er, let op hoe ik het zeg, de vertegenwoordigers van de parken niet de vertegenwoordigers van de parken zijn. Dan ligt daarmee naar ons idee al een vraagteken onder de waarde van dit overleg. En dat is voor ons van belang. Willen wij doorgaan met ontwikkeling van gedachten, dan moeten we ook weten dat we goed gestart zijn. Volgende vraag, en die is net ook al door het CDA gesteld. Als dit voorstel een eerste stap is, kan dan aangegeven worden wat volgende stappen zijn. We hebben net de inspreker al gehoord, maar we willen dit ook van de kant van het college horen. En een derde vraag, meneer de voorzitter. Er wordt gesproken over dat de nieuwe heffingssystematiek wat de werkgroep betreft, en dan even los van de waarde van de uitspraken van de werkgroep, maar dat die heffingssystematiek in stand kan blijven. Uit onze contacten met bewoners van parken, die hebben we op ingesproken, wel bij meerdere fracties nemen we aan, daaruit is ons gebleken dat, althans de mensen die ons bezocht hebben, de bewoners, dat de heffingssystematiek ronduit fnuikend is. Dat staat haaks op wat wij lezen in dat rapport, dus daar willen we graag ook wat over horen. En tenslotte, misschien leidt dat tot een opmerking van de voorzitter. Voor wie geldt nu precies het vast tarief? Dit waren onze vragen, meneer de voorzitter. Ik hoef niet te bevestigen wat meneer Van der Moeren zelf al aangeeft. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik graag van de wethouder willen vernemen wat nu precies de situatie is in het voorbeeld wat de heer Kruisinga heeft geschetst met betrekking tot het omzetten van een gedoogvergunning naar een permanente vergunning. Tweede vraag die we hebben is, we hebben al eerdere sessie gevraagd van hoe zit het nu met de proceskosten die hiermee gepaard gaan, want er zijn iets van 423 bezwaarschriften ingediend. Er blijkt nu 11 of 12 processen gevoerd te gaan worden. Ik heb al eerder gevraagd van wat betekent dat aan kosten aan de kant van de gemeente? Het antwoord was toen 0,0. Deden we er gewoon even bij. Dus blijkbaar zit er dus nog heel veel inefficiëntie. Dus ik wil gewoon weten, wat betekent deze situatie waarin we nu verkeren aan kosten voor de gemeente Ommen? Eén vraag is al gesteld door de collega. Een derde vraag is... Meneer Bongers, heeft u dat antwoord nodig om te besluiten of dit voorstel al dan niet door kan gaan? Wij willen graag weten in hoeverre een voorstel efficiënt is. Kijk, als een voorstel met zoveel maatschappelijke onrust en zoveel kosten voor de gemeente gepaard gaat, moet je wel op je achterhoofd krabben en zeggen van zijn we op de goede weg. Maar die afweging is aan ons en niet aan de voorzitter. Mijn derde vraag, voorzitter, was, dan ben ik mezelf even kwijt. Wat ik graag van de wethouder of van namens het college wil weten. Kijk, het is nu een toevalligheid dat er een grotere, meer inkomsten zijn op het gebied van forensenbelasting. Toevallig, of is het niet toevallig? Dat wordt nu ingezet als een stukje compensatie voor de verhoging die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Maar is dat nou het drijfmiddel waarop we de gesprekken gaan voeren? Want misschien hebben we volgend jaar wel minder inkomsten. En betekent dat dan vervolgens dat het college zegt van ja, maar we hebben een tegenvaller. Helaas, we moeten de tarieven weer verhogen. Daar zou ik graag een antwoord op willen. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de belangrijke vraag ook wel Chris nu niet gesteld is.
wordt de heffingssystematiek, het model Haaksbergen, wordt het nou breed gedragen of niet? Dat ik dat het belangrijk is. En tweede, wordt er na de korting toegepast van 5% op alle tarieven. Dat wordt dus evenredig verdeeld. Alleen het bovenste tarief, dat wordt volledig vrijgelaten. Dan heb je het ook over een veel grotere korting. Dan gaat het dus inderdaad om die WOZ-waarde van 140.000 en meer. Dat gaat om 37 woningen, als ik goed heb. Dan heb je het over een veel grotere korting als die 5%. Dus over die evenredigheid hebben wij dan wel wat vraagtekens. Het vaste tarief, dat wordt wel meegenomen, daar zijn we dan wel blij om inderdaad. Er wordt hier voorgesteld om die WOZ van 100.000 en meer, wordt dan 12,75. Inclusief die 1% inflatiecorrectie. Nou, volgens mij berekening worden dan 12,77, maar dat zijn dan hele kleine bedragen. Het belangrijkste is denk ik, wordt het model Haaksbergen breed gedragen of niet? Dus wordt aan de systematiek zoals die wordt voorgesteld... zijn daar vraagtekens bij? En dat tweede hebben wij vraagtekens over dat loslaten van het zogenaamde die vijfde schijf. Dat vinden we nou niet helemaal. En wat ons betreft een eerlijke verdeling. Dat was het zover. De heer Smits. Dan gaan we naar D66. Als de vragen al gesteld zijn, dan... Nou doet hij het wel. De enige vraag is hoe de werkgroep is samengesteld. Want u heeft wel gezegd hoe die groep eruit ziet. Maar hoe jullie tot die keuze zijn gekomen om deze mensen erbij te betrekken. Want ik krijg niet het idee dat die gedragen wordt door de parken. Dat was. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, heel kort, zoals u weet hoe de VOV over dit dossier denkt. Dus daar gaan we nu maar niet nader op in. Dat is genoegzaam bekend, denk ik. Maar de heer Kruisinga heeft in niet mis te verstaande bewoordingen zijn visie gegeven namens een aantal parken. En de vraag is nog niet gesteld, dacht ik, of het is me ontgaan. Dus we zouden heel graag van de wethouder een reactie op de inspraak horen. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik nog een aantal aanvullende vragen heb namens het CDA. Aan de wethouder vragen of dat hij toch kan toelichten hoe het voorstel tot stand gekomen is. Dus ik hoef niet te weten wie er in de werkgroep zit, maar ik wil even weten hoe het voorstel tot stand gekomen is. Daarnaast ook van wat zijn onze financiële risico's terugkijkend in de voorgaande jaren en vooruitkijkend als we met dit voorstel akkoord zouden gaan. Er wordt ook gesproken over verwachte opbrengsten, dus dat zijn nog geen zekere opbrengsten. Dus dat is een vraag vanuit onze kant. Een andere vraag, meer procesmatig. Waarom nu juist op dit moment met een dergelijk voorstel? We vragen ons af dat de timing wel goed is. En daarnaast ook de vraag, ja, welk signaal willen we hiermee afgeven? Dat is natuurlijk meer een vraag voor ons met z'n allen, ook in de raadsbespreking. En ook zijn we niet ad hoc bezig. Dus daarnaast ook de laatste vraag nog, welke risico's anders dan financieel lopen we hier nog mee? En ik denk even een opmerking, voorzitter, als u mij permitteert om die te maken. Ik denk ook wel dat het goed is om te beseffen als er een heffingssystematiek is, dat wij die raadsbreed volgens mij ondersteund hebben, zei het, dat wij allemaal niet blij waren met de te nemen besluiten. Maar dat je op een gegeven moment, denk ik, bij een bepaalde heffingssystematiek niet 100% draagvlak krijgt. Maar dat is even mijn persoonlijke mening, voorzitter. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, hij doet het. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, misschien is het goed om dan toch even eerst te beginnen met het proces. Het is zo dat na de totstandkoming van de maatregel een groot aantal bewoners van parken op de tribune aanwezig na afloop gevraagd hebben of ik met ze zou willen spreken. Daar heb ik uiteraard in bewilligd. En daar bleek al ras dat men uiteraard ernstig moeite had met de hoge verhoging in hun ogen. Dat heeft de heer Kruisinga ook wel duidelijk gemaakt, niet redelijke verhoging. Daar werd nadrukkelijk ook gezegd dat de problemen niet zaten in de heffingssystematiek als zodanig. Dus het Haaksbergen-model, zoals het in de wandelgang is genoemd. Ik heb toen uitgelegd dat uiteraard hier sprake is van een forse verhoging.
Maar dat om de middelen van Ommen in balans te krijgen, wij bijdrage vragen van iedereen. We gaan niet alleen naar de forensen, we gaan niet alleen naar de toeristen, we gaan ook wel degelijk naar de burgers. We hebben ook wel degelijk ook gesneden in het ambtelijk apparaat. Dat heb ik redelijk omstandig uitgelegd. Dat was voor de deelnemers niet afdoende. Maar ik heb wel gepoogd om dus uit te leggen van ja, dit is niet een eenzijdige verhaal op forensen om het tekort van Ommen af te hechten. Toen is wel gezegd van wij zouden wel met u in gesprek willen, maar we willen niet alleen maar horen waarom deze verhoging is. We willen dan ook daadwerkelijk praten over eventuele veranderingen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een relatief overschot van 50.000 euro. Dat staat ook in de stukken. Uiteraard hebben wij daarbij gezegd van het is natuurlijk mogelijk om daarover te praten, maar dat is natuurlijk wel zeg maar onder strikt voorbehoud van de gemeenteraad. Die heeft het budgetrecht en die heeft ook deze maatregel genomen. Maar er is misschien enige redelijkheid om zeg maar, over dit bedrag te praten. Al is het alleen al omdat we, zeg maar, dit een stukje meer inkomsten is dan we begroot hadden. Nou is het niet zo dat als je iets meer ophaalt dan begroot, dat dat dan één op één teruggaat naar in dit geval de forensen. Zo werkt het dus niet. En zo werkt het bij niets. Het kan, maar het hoeft niet. Sterker nog, in ons financiële beleid is het zo dat het in beginsel dan gewoon naar de algemene reserve gaat. Dat is het standaardbeleid. Maar goed, we hebben uiteraard wel gemeend om te kijken van is dan zeg maar, het dan mogelijk om enigszins zeg maar, goed in gesprek te raken. Dat betekent dat je kijkt van hoe kun je dan dit het beste doen. En toen is afgesproken dat een vertegenwoordiging van de parken, drie mensen waren daartoe bereid, samen met de ambtenaren zouden kijken naar mogelijke invulling. En die zijn met dit voorstel gekomen. En dit voorstel is, en dat heeft de heer Moerman goed gezien, is niet zeg maar een pure evenredige verdeling. Dat is inderdaad correct. Ik denk dat daar ook wel iets voor te zeggen is, omdat eertijds bij de totstandkoming van het voorstel door uw raad zelf, ik meen dat de heer Bongers was, een amendement is tegen met name de laagste categorie enigszins te ontzien. Vanuit de groepen was met name het beeld van vooral het hoogste tarief, dat is toch ook wel erg disproportioneel. Nou, dan kun je juridisch gelijk gaan halen, ik kom daar zo nog iets meer over te spreken. Je kunt ook zeggen van, nou, als dat de ergste pijn is, misschien kun je dan zeg maar, daar toch enigszins in tegemoet komen. Voor de goede orde, ook de drie vertegenwoordigers hebben steeds gezegd van dit compromis is wat ons betreft niet het einde verhaal. Wat ons betreft is dit ook niet toereikend. Ook zij hebben gezegd van wij zouden willen dat eigenlijk weer terug wordt gegaan naar het tarief van 2014. Dat hebben ze ook steeds gezegd. Maar ze zagen dit als een eerste stap. Wij hebben steeds gezegd, we hebben geen ruimte om op dit moment meerdere stappen te verkennen, laat staan toe te zeggen, maar we zijn bereid om dit naar de raad te brengen. En zo is het gegaan en zo is het zeg maar, naar u toegezonden. Het is dan ook spijtig om vast te stellen dat blijkbaar via na de beraad in de forense wereld u van de heer Kruisgraan moet horen, dat wat hem betreft dit geen goed voorstel is. Ik denk dat het ook goed is dat ik straks een schorsing vraag om even in collegeverband te vragen of we überhaupt dan dit voorstel nog gaan handhaven. Ik ga nog wel even in op de meer specifieke vragen die zijn gesteld. Nou, naar de heer Van der Mooren toe. Nou, ik heb dus iets verteld over de totstandkoming, de werkgroep, of dit een eerste stap is en hoe het zit met eventuele volgende stappen. Ik heb ook al gezegd van die heffingssystematiek, dat Haaks-Derks model. Dus wij hebben steeds vernomen, zowel in het officiële overleg als in het beraad wat ik hier aan tafel heb gehad, dat het Haaks-Derks model zelf niet het punt van kritiek was. Het was de hoogte van de heffing in combinatie met de heffingssystematiek. De heffingssystematiek zelf, heb ik steeds begrepen, is daar niet het kritische punt in.
Dan richting de heer Bongers. Hij had het nog over de proceskosten. Ik heb inderdaad gezegd dat de bezwaarprocedure intern zou worden opgevangen. En dat is gewoon goed beleid. En dat doen we door middel van verstandige ambtelijke inzet. We zijn blij met een BOH die dat zodanig middelt dat dat ook kan. Het is een zware inspanning. En ik neem nadrukkelijk afstand van de suggestie die je doet, dat als deze extra inspanning wordt gedaan voor Ommen, dat er sprake is van inefficiëntie binnen de BOH. Ik vind het groot goed dat we dit op deze manier kunnen doen. Ik kan u melden dat al 90% van de bezwaren is afgedaan. En voor de goede orde van die bezwaren op deze problematiek, dus op de hoogte, geen enkel bezwaar gegrond verklaard. Er zijn wel een aantal bezwaren gegrond verklaard, maar het is om hele andere redenen. Bijvoorbeeld omdat iemand verhuist en dergelijke. Betekent niet dat daarmee het juridisch verhaal klaar is. Want Nederland is een rechtsstaat en natuurlijk kunnen mensen naar de rechter toe. En we hebben inderdaad van 12, op dit moment op 12 gevallen, beroep ontvangen. Het is nog niet bekend overigens over de zittingen en wanneer dat dan gaat plaatsvinden. Daar zullen inderdaad ook eventuele kosten bij gemaakt worden. En we zullen zien hoe dat dan als dan gaat. Maar dat gaat natuurlijk niet in orde van grootte van het bedrag wat we met deze bezuiniging binnenhalen. Ook dat moet gezegd. Ik ben het wel met u eens dat het geld op zichzelf genomen geen drijfmiddel mag zijn voor eventuele beleidsbijstelling. Het college heeft even wel gemeend om toch niet het pure juridisch gelijk, wat we denken dat we wel hebben, binnen te moeten halen. Maar juist omdat er sprake was van een surplus boven de begroting, dan kun je in gesprek kijken of je daar een eerste stap kan maken. Waarbij wij wel gezegd hebben van ja, eerder dat is een stap en voorlopig zien wij ook geen andere mogelijkheden dan dit. En weet dat dit sowieso uiteraard naar de raad moet worden in een moeilijke situatie van Ommen. En uiteraard is daar ook weer het verhaal van de algemene financiële middelen van Ommen verteld. De heer Moerman, ik heb al iets verteld over het Haaksbergen model en ook over het feit dat inderdaad er sprake is van een vermindering, of een disproportionele vermindering. De vijfde schijf vervalt. Dus betekent inderdaad dat het niet helemaal evenredig is. Ook de heer Smits had de vraag naar de werkgroep en naar de standkomen. Ook de heer Meelkamp had die procedurele vraag. En ja, wat dan te doen, hè? Mevrouw Bakelaar vroeg ook naar dat proces. En dan de financiële risico's als we ingewikkelden. Ook in relatie tot waarom nu? En dat is uiteraard een zeer voorstelbare vraag. Kijk, de gemeenteraad stelt de verordeningen vast voor de belastingen. En voor de invordering is altijd een jaar nadien, hè? Dus voor 2016 zou u, als u dat wilt, een beslissing krijgen, moet u dat wel uiterlijk dit najaar doen. Ja, dan is wel de koninklijke weg om dat bij de verordeningen te doen die uiterlijk in november worden vastgesteld. Nou, omdat dit dossier zo ingewikkeld is en veel discussie heeft opgeleverd, leek het college verstandig om even vooruitlopend op die verordeningen dit gesprek hier ook zo te hebben. De financiële risico's bij akkoord. Ja, kijk, het college stelt zich op het standpunt dat, zeg maar, strikt juridisch gezien, blijkt ook een beetje uit de bezwaarschriftenprocedure, dat wij wel degelijk casus hebben. Natuurlijk, elke bezuiniging is vervelend. Natuurlijk ook. Maar wij denken dat dit wel degelijk, zeg maar, ook bij een rechter vol te houden is. Maar wij zijn best bereid om een scherp kantje, om daarover in gesprek te gaan. En misschien dat dat enigszins helpt. Misschien helpt dat ook nog de rechter. Dat risico schatten. Maar dat was al een beetje het verhaal. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. U gaf zo straks aan dat u mogelijk even wilde schorsen voor het beraad binnen het college om het voorstel al dan niet te laten dan wel in te trekken. En wanneer wilt u die schorsing? Wellicht goed om dat op dit moment te doen.
collega's. Ja. 5 minuten? Maak er 10 van. Voor 10 minuten. Het college is terug van beraad. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het college heeft intern even gesproken over nu de situatie. We stellen met spijt vast dat het voorstel van de gemengde werkgroep blijkbaar in Forense land niet wordt geaccepteerd. Dat is spijtig, omdat het college hier echt het idee had van, goh, hier is er toch een stukje tegemoetkoming die misschien niet strikt noodzakelijk is, maar juist op het punt van het hoogste tarief, dat was ook trouwens door de mensen vanuit de recreatieparken zelf ingebracht, wilden we die tegemoetkoming wel aan u voorstellen. Maar goed, ik moet ook vaststellen dat het dus blijkbaar geen draagvlak is. We hebben juist dit gemeend te moeten doen om het draagvlak te versterken. We stellen vast dat dat dus niet is gelukt. Dat is spijtig. Dat betekent dat het college voorstelt om het voorstel in te trekken. Dat betekent concreet wel dat het oude voorstel dus zal gelden. Dat is de consequentie van de maatregel. Tot zover, voorzitter. Wie wenst hierover het woord? De heer Bongers. Ja, there is. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was nog even benieuwd naar de situatie die meneer Kruisgraaf schetste met betrekking van een gedoofvergunning omzetten naar een permanente vergunning. Het zou goed zijn voor de Raad omdat daar helderheid over is. Wethouder ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Tijdens de beraadslaging en het antwoord van mijn collega heb ik gezocht in mijn archief en gevonden dat er een aanvraag is gedaan al in december 2015 op basis van een objectgebonden beschikking. Die aanvraag en het park was, let even niet op de klemtoon, Juniperius of Juniperus. Die aanvraag is aangehouden omdat er gelijktijdig een beroep liep bij de Raad van State. Die beroepszaak heeft de gemeente gewonnen en vervolgens is de aanvraag van die familie ten aanzien van de objectgebonden beschikking in behandeling genomen. En deze familie heeft kunnen bewijzen dat zij al voor het raadsbesluit, ik dacht ergens in 2013, daar continu en onafgebroken heeft gewoond en derhalve recht had op die objectgebonden beschikking. Dat is wat hier speelt. Dan mag meneer Kruisinga nog 1 minuut het woord voeren als hij dat wenst. U hebt 1 minuut. Indrukken. Kijk, ik moet een keer les krijgen. Wij hebben ons verhaal vanavond hier gedaan. Hè, en ik heb daar ook de volle instemming van al de 10 parken op gekregen. Ik pleit alleen maar dat wij, en dat hebben wij altijd gehad, die houding, we willen met elkaar blijven praten. Omdat wij, hoewel wij weten dat we onredelijk, onervaren behandeld worden, hè, dan blijven we van overtuigd. Maar dat mag niet zo zijn dat je niet met elkaar gaat overleggen. Het overleg van afgelopen zomer, wat dan geweest is, moeten wij ook helaas constateren dat het gewoon niet goed is gegaan of niet geweest. Waarschijnlijk onder de grote tijdsdruk, misschien van beide partijen. Hè. Ik kan alleen maar constateren dat voordat het over de werkgroep hadden, had u die 50.000 euro al in de gedachten. En als daarna niet meer uitgekomen is, moet je constateren dat het verder geen invloed heeft gehad. Hè, moet u echt, hè, alleen, ik kan alleen, en dat is wel waar, wat de ontevredenheid bij de burgers is groot. Ik weet ook dat iemand van de parken is van vorige week nog bij de burgemeester op bezoek geweest. Hij heeft ook een heel verhaal gehouden. Hè, het neemt gewoon toe. Hè, en ik kan alleen maar, wij willen onze medewerking geven. Meneer Kruisinga, wilt u afronden? Ja, dat wil ik altijd. Wij willen alleen maar onze medewerking toezeggen dat we dit goed behandelen. En echt is één weg uitweg terug naar het niveau als uitgangspunt 2015. En een ander zult u van ons uit niet horen. En wij vinden het dus onacceptabel om van de verkeerde kant te beginnen. Wij zeggen, je begint vanaf 2015. Hiermee wou ik afsluiten. En op basis daarvan willen we graag verder met u spreken. Gaan we nu over tot agenda punt 6. Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Tollensweg Witharen. Het is meneer Middelkamp die inspreekt
En ik denk namens de familie De Boer. Want we hadden een mailtje gehad van of u nog even aan wilde geven namens wie u sprak. Maar dat mag u zomaar in hier achter de microfoon doen. Nu? Nu. En ook voor u geldt 5 minuten. Goedenavond, dames en heren. Nu ligt het voorstel om woningbouw Witharen voor 9 of 10 woningen mogelijk te maken. De familie De Boer woont op de hoek van het kern van Witharen. Vanuit hun zicht, vanuit hun woning, naar de noordzijde en de westzijde. In ieder geval de uitkijkmogelijkheden voor die woning. Daar komen 9 woningen geprojecteerd. Ik heb met wethouder De Keurs een gesprek gehad om te vragen van moet dat nou zoveel woningen? Meer dan 80% van de bevolking van de kern van Witharen heeft ook zienswijze ingediend, dus ze zijn er ook op tegen. Dus er is eigenlijk geen vraag vanuit de kern van Witharen om die woningen daar te realiseren. Sterker nog, ze hebben daar bezwaar tegen. Ik heb dat voor de familie heel uitvoerig uitgezocht, best veel tijd ingestoken. En dan komt er eigenlijk op neer dat er wordt niet voor wat oudere mensen gebouwd, die woning. Alleen een paar woningen, een paar jongeren. 3 à 4 stuks gaat het waarschijnlijk om. We hebben een gesprek gehad met de wethouder om te kijken van kunnen we nu andere mogelijkheden realiseren. En ja, ik kreeg daar een antwoord op van de initiatief nemen. Die heeft gezegd, ik wil wel met 4 woningen akkoord gaan, maar dan wil ik een verklaring hebben dat we geen bezwaren krijgen. Dat alle bezwaren worden ingetrokken. En dan had de initiatiefnemer ging dan wel akkoord met 4 woningen. Dat is een beetje een rare situatie. Eén, er is geen goed onderzoek uitgevoerd voor die 9 woningen. Twee, het is geen stedelijke ontwikkeling. Of het is een stedelijke ontwikkeling en dat wordt door de gemeente ontkend. Dus een stedelijke nieuwbouw. Dus dan moet je voldoen aan die eisen van moet je onderzoek doen. En heel veel nader onderzoek van zijn die woningen niet op een andere plek mogelijk. Ik heb dat uitgebreid met jurisprudentie onderbouwd. Dus wat dat betreft zou ik eigenlijk zeggen van gebruik deze weilanden niet om die 9 woningen te gebruiken. Of om een woningbouw mogelijk te maken. Ja, dus eigenlijk is het van dit plan moet eigenlijk niet door de raad worden goedgekeurd. Ja, wat, als dat wel gebeurt, wat krijgen we dan? Meer keuze is er niet, dan moet je naar de Raad van State toe. En zoals ik het nu zie op basis van de zienswijze, verwacht ik dat het beroepsschrift wel gegrond verklaard wordt. En ik heb er alle uitspraken van de jurisprudentie erbij gehaald en genoteerd in de hoop dat de raad daar ook achter staat om in ieder geval geen medewerking te verlenen aan dit plan. Initiatiefnemer heeft zelf al aangegeven dat hij dat zelf wil. Ik heb van de gemeente gehoord van dat het voor de gemeente helemaal geen issue is. Wij staan er in. Het hoeft van ons niet. Van ons, van gemeentezijde, hoeven wij die woningen daar niet te hebben. Dus het is puur en alleen vanuit de initiatiefnemer. Die wordt gefaciliteerd en medewerking verleend om daar 9 woningen te maken. En als hij het zelf aangeeft van ik wil ook wel met 4, van dan ga ik wel akkoord. Daar hebben we verder eigenlijk niet opgepakt, omdat we moesten dus absoluut een verklaring afleggen dat we dan niet in beroep zouden gaan en de huidige bezwaren intrekken. Dan ontneem je de mogelijkheid voor de bewoners om ook tegen die 4 woningen te ageren. Ik kan al veel meer vertellen, maar eigenlijk staat het in de zienswijze dat het heel uitvoerig genoteerd. En ik hoop eigenlijk op de medewerking van de raad om toch het college te vragen om dit voorstel net iets anders ook terug te nemen. Dat was het. Vragen voor de heer Middelkamp. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Even 1 korte vraag aan meneer Middelkamp. U geeft aan dat meer dan 80% een zienswijze heeft ingediend, dat er een lijst van is. Hè? Die hebben bezwaar tegen woningbouw.
En mijn vraag is dan eigenlijk concreet, hebben de al die mensen die getekend hebben ook bezwaar tegen daadwerkelijke nieuwbouw aan de Tolhuisweg, ja of nee? Ja, die hebben het concreet daarop gericht. De kern van Witharen. Kijk, Witharen is heel groot. Dus als je die, ja, die buitenste niet, want die zijn niet eens belanghebbende. Maar ja, ze willen dus echt die woningen daar niet hebben, op die plek. Dus dat, ik geloof, ja, als we het helemaal goed analyseren, dan moet je eerst weten hoe groot dan de kern Witharen is. Dat is een definitiekwestie. En dan, ik weet niet, misschien weten even de mensen, hoeveel zijn dat? 40, 42 of zo mensen die... Die hebben er ondertekend zo'n algemene brief daartegen. En dat is al in het voorontwerp ingestuurd en nu ook met het ontwerp. Dus echt een behoorlijke overgrote meerderheid is daar echt op tegen op die 9 woningen. Is de antwoord zo voldoende? Dat is, dank u wel. Dan toch nog even een aanvullende vraag. Ik heb ook een lijst gezien van mensen die, waarvoor dat niet geldt. Dus is eigenlijk staat haaks op wat u zegt. Dus kunt u dat verklaren? Die lijst die ken ik niet, maar er zijn een paar mensen die willen daar wel wonen, maar die hebben een gigantisch mooi uitzicht. Ja, als je het zo ziet, denk ik, goh, dat lijkt me ook wel wat zo'n mooie woning. Tuurlijk, hij voldoet aan alle eisen, wat je maar wilt bedenken. En dat daar nog weer een band bij komt van weer nieuwe woningen, ja, dat verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dan krijg je snel een lijst. Ik ken die lijst niet overigens hoor. Maar als je mensen vraagt van, goh, zou je daar willen wonen? Ja, nou, zet me hier een krabbel, wil ik wel tekenen. Zo'n lijst krijg je natuurlijk wel vrij snel. Maar de zienswijze die hier zijn ingediend, dat is ja, de overgrote meerderheid van de kern van Witharen is daar echt op tegen. Ik heb meerdere mensen gevraagd. Niet allemaal, maar ja. Dank u wel. Ja? De heer De Vries erop les. Er gebeurt iets. U gaf aan dat u uitgebreid het dossier had onderzocht en er ook jurisprudentie bij gezocht. Ja. Maar bent u ook teruggegaan tot het moment dat de woningen die daar nu staan en die dan overwegend bezwaar maken tegen bouw aan die kant, dat er in die tijd ook al sprake was van dat een mogelijke plek was om andere bouw nog in uitbreiding te plaatsen? Dus dat ten tijde van, zal men zeggen, de vestiging van de huidige eigenaren die feitelijk bezwaar maken, dat toen al bekend was dat dat een mogelijke potentiële bouwplek was. Ja, zal ik antwoorden. Of dat een mogelijke bouwplek is, ja, dat kan wel zo zijn. Maar met nieuwe inzichten, en er is ook nieuwe wetgeving, de ladder voor duurzaamheid is er ingekomen. Dat is duidelijk in de BRO opgenomen. Dat als je echt nieuwe ruimte wil aanboren, dus nieuwe weilanden verharden, dus verstedelijking toepassen, dan moet je wel met goede onderzoeken komen. Dan moet je ook vaststellen dat er stedelijke ontwikkeling is. Dus we hebben te maken met nieuwe uitgangspunten en nieuwe omstandigheden. Als je dan teruggaat, uiteraard. Als je, dan gaan we 100 jaar terug of 200 jaar, er stonden een paar boerderijen en dan komt alles maar bij. Op een gegeven moment, er zijn nu zoveel kavels in heel veel gemeenten, en om en niet hoort er ook wel bij, er is gewoon heel veel woningruimte beschikbaar. En dat zul je echt eerst allemaal moeten benutten, dat staat ook in artikel 6 zoveel in de BRO. En ja, en daar is rechtspraak over. Het moet stedelijke ontwikkeling zijn en dan moet je voldoen aan die eisen. Nou, wat ik hier begrijp van de gemeente is, die zeggen, ja, dit is geen stedelijke ontwikkeling. Het zijn gewoon 9 huizen in het buitengebied, dat vinden we niet. Dus ja, dat is al het eerste punt wat aangesneden zal worden. En eigenlijk, mag ik dan nog een vervolgvraag stellen? Ja. Want eerlijk gezegd vind ik de wending die u nu geeft aan uw betoog enigszins bijzonder. Want u heeft volgens mij hier net bekrachtigd dat het gaat om medebewoners in die kern die overwegend bezwaar hebben tegen deze realisatie van de plannen. En nu komt u met hele andere argumenten die veel technischer en juridischer van aard zijn. En we mogen er toch van uitgaan dat onze ambtelijke organisatie in staat is om dat soort zaken goed uit te zoeken. Met andere woorden, dat er voor ons een voorstel ligt, wat in ieder geval op dat soort juridische argumenten niet mis zal gaan. Nou, als ik vrij mag zijn. Het begint eerst met de vraag.
hebben we hier te maken met een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat is echt een juridisch begrip. Ja of nee? Als het nee is, dan is het vrij makkelijk die woningbouw daar te realiseren. Om even in een schaakspel te zetten, dan zit ik een beetje schaak. Of dan is het voor mij wat moeilijker om te verdedigen. Maar ik stel vast, en ik heb die rechtspraak daarvoor benoemd. Dat is een beetje, ja, met de Raad van State weet je niet altijd helemaal precies hoe het zit. Maar kijk, als het gaat om één huis of twee huizen, dat is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat is vrij makkelijker te realiseren dan, als je het ziet, in procenten wordt de kern van Witharen in één klap in één keer 25% groter. Dat is een, in percentage betreft, is dat een enorme grote nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als we vaststellen dat, want daar heeft dus nu, zoals ik het nu zie, heeft het college of het ambtelijke apparaat, of in ieder geval de maker van het ontwerpplan, die heeft het standpunt ingenomen van, nou, deze 9 huizen vind ik geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. En toen is dan het hele plan ontwikkeld. Oké, dat kan ik begrijpen. Maar het uitgangspunt is, dit is een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Oké, dan moet je voldoen aan dat. En dat rijtje is niet afgelopen. Dus, ja, hoe moet ik het eigenlijk, het is een beetje prijsschieten straks. Het is altijd raak als ik in beroep ga. Dus ik heb het gevoel dat we hier inhoudelijk al bezig zijn met de Raad van State procedure en zover is het nog niet. Was dit volgens niet mij de teneur van de handtekeningenactie? Dus u brengt volgens mij nu een ander argument naar voren dan eigenlijk in de brief van de stellers. Nee, dat argument van, als ik als voorzitter even mag, dat argument, dat is volgens mij in de bezwaarschriftenprocedure ook naar voren gebracht. En dat is in de notitie, is dat weer amptelijk weerlegd. En ik zou wat dat betreft de discussie hierover dan ook even willen stopzetten. Mevrouw Schunselaar. Contact. Ik heb een vraag aan de heer Middelkamp. U heeft een zienswijze ingediend namens 1 aanwoner van het plangebied. Dat heeft u ook aangegeven. Ja. En namens de stichting Leefbaar Buitengebied. Kunt u mij aangeven wat deze stichting hiermee te maken heeft? Wat deze stichting hiermee te maken heeft? Ja, nou, de stichting dat is een algemene stichting voor het algemeen belang. En die is van mening dat ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland, meer bijzonder in Overijssel, daar ageert die stichting wel eens tegen. En af en toe maak ik namens die stichting ook zienswijze of in ieder geval rechtsmiddelen worden aangewend. En ook in dit geval, ik heb het voorgelegd van, nou, wat vind je van nieuwe stedelijke ontwikkeling? Ofthans, ja, dat is eigenlijk al een casus op zich, als dat voordoet, dan wil zo'n stichting daar ook wel bezwaar tegen maken. Maar het is, ja. Want ik begreep het niet en ik heb gelezen dat die alleen actief is geweest in Gelderland, Alten en ergens nog in het Westen. Dat is het enige waar ik van weet. Dus ik snap die relatie, maar goed, het is mij nu helder. Dank u wel. Het is de zetel zit in Vroomso, of Twente-Rand. Twente-Rand, statutair. Is er nog iemand van de commissie? Nee. Dan mag u uw plaats innemen. Oké. En dan stel ik het onderwerp inhoudelijk aan de orde. Wie wenst hierover het woord? De LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in eerdere besprekingen van maart dit jaar hebben we al uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. En mede naar aanleiding van deze discussie tussen voor- en tegenstanders heeft de LPO toen al opgeroepen tot een actieve rol van de gemeente om de partijen om tafel te krijgen en de eenheid in de kern te bewaren. Ook ging het in de discussie over de wenselijkheid en legitimiteit van het bouwen binnen de geurcirkel. Dat was voor mij een van de belangrijkste redenen dat het toen is teruggehaald. In dat kader is er nu voor gekozen om de geurnorm op te rekken. De situatie wordt daar natuurlijk in concreto niet anders van. Het een en ander leidt voor de LPO tot een viertal vragen.
De eerste is: is het juridisch houdbaar als toekomstige bewoners klagen over de geur? Ook al hebben zij daar vooraf kennis van genomen. En geldt dat in de toekomst dan ook voor de eventuele kopers weer van de eerste eigenaren van dezezelfde huizen? Kortom, blijft dat dan eeuwig geldig? De tweede vraag is: de GGD geeft aan dat de beslissing bij de gemeente ligt en adviseert om kopers daarover vooraf te informeren. Blijft de vraag of we als gemeente een gezondheidsrisico willen nemen voor deze bewoners. Ik ben benieuwd hoe de portefeuillehouder daarover denkt. Vraag 3. In het dossier wordt gesproken dat er uitgebreid is gekeken naar mogelijke alternatieven. Die blijken er niet te zijn of onvoldoende te zijn. Kunnen we dan constateren dat Witharen na de bouw van deze woningen, 9 woningen, op slot zit? En tot slot, en die heb ik net toegevoegd, geef ik eerlijk toe. Hoe stevig denkt de wethouder te staan, gehoord hebbende de inspreker, mocht het komen tot rechtszaken? Ja, hij heeft een aantal punten ingebracht. Ook wij zijn van mening, zoals de collega's al aangaven, dat het toch hopelijk ambtelijk heel goed bekeken is. En desalniettemin van hoe schat de portefeuillehouder de kansen in voor de insprekers dan wel voor de gemeente. Tot zover. Ja, voorzitter, ik kan kort zijn. Vorige keer bij de behandeling zijn we als VVD akkoord gegaan, dus het kon naar de raad gaan. Dit voorstel nu, met name dan de zienswijze, die geven voor ons voldoende aanknopingspunten om te zeggen wat de VVD betreft, kan dit stuk gewoon naar de raad gaan. De zienswijze, het verslag is goed. We hebben daar geen onvolkomenheden in geconstateerd, dus we zijn hier heel duidelijk in. Dank u wel. De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik denk dat we inmiddels al vele malen over woningbouw in Witharen gesproken hebben. En de kern van ons betoog is altijd geweest dat wij waarschijnlijk de behoefte daar zien. Dat het dus goed is dat daar mogelijkheden zijn. Maar dat de geurcirkel wat ons betreft, ondanks het feit dat we de geurnorm kunnen ophogen als gemeente, waardoor we het plan mogelijk maken, de overheid, en de gemeente is ook een overheid, nimmer ontslaat van het voorzorgsprincipe. En dat betekent dat het niet zo kan zijn dat als daar in de toekomst problemen over ontstaan, dat dan de gemeente geen verantwoordelijkheid draagt in die zin. En dat is wat ons betreft de kern van onze kritiek op dit plan. En die blijven we vasthouden. Met andere woorden, ons principe is: voorzorgsprincipe kun je niet ongedaan maken door het ophogen van de geurnorm. Volgens mij had u dat in de raadsvergadering moeten zeggen. Het woord is aan wethouder Te Keurst. Voorzitter, helaas heeft niemand mij gevraagd om te willen reageren op de woorden van de inspreker. En nu twijfel ik of ik dat zou moeten doen. Want de inspreker wekt de indruk alsof de gemeente om het even zou zijn. Dat is niet zo. En dat is in de beantwoording, in de zienswijze ook zeer duidelijk voor het voetlicht gebracht. En ook in de beantwoording in het bestemmingsplan vanuit het omroepmotief via het GOPGOF, via de woonvisie, is aangegeven dat de gemeente ten alle tijde wil staan voor leefbare kleine kernen. En wanneer er vanuit onderuit een woningbouwvraag komt, dat wij dat ten alle tijde ook in de kleine kernen willen faciliteren. En dat geldt ook voor de kern Witharen. De inspreker heeft de indruk gewekt, althans zo heb ik het beluisterd, dat er een voorstel over tafel is gegaan over 4-5 woningjes. Laat ik u vertellen, en dat wil ik onder ede verklaren, en ik had er 2 ambtenaren bij, dat het voorstel van de heer Middelkamp is gekomen, waarbij hij de indruk wekte, sprekend namens de familie Boer, of het niet mogelijk zou zijn woningen te realiseren haaks op de Balkerweg ter hoogte van Tolhuisweg nummer 15 en 17... En of de gemeente het dan bij zou laten zitten. Mijn antwoord daarop is geweest dat wij niet initiatiefnemer zijn. Dat deze vraag voorgelegd zou moeten worden aan initiatiefnemer. Dat hebben wij gedaan. Die vraag is voorgelegd aan initiatiefnemer, de heer Nijenhuis. De heer Nijenhuis heeft ons per keer in de post laten weten dat alvorens hij daar welwillend over zou willen nadenken, hij absoluut de zekerheid zou willen hebben dat dit voorstel, wat de heer Middelkamp deed, gedragen zou worden door de Stichting Leefbaar Buitengebied en de familie Boer, en dat er geen verdere procedures zou volgen. En dat wilde hij bevestigd zien. Dat hebben wij de heer Middelkamp per mail bevestigd. En nu zullen we denken, wat blijft er stil? Zo stil bleef het er op de dag vandaag. We hebben daar nimmer een reactie op gehad. En daarom zijn wij
vol goede moed verder gegaan in de beantwoording van de zienswijze. En die zienswijze hebt u ontvangen. En dan is de vraag van de heer Remmers, is dit juridisch houdbaar? U bepaalt dat de wetgever geeft u de mogelijkheid om af te wijken van de WGV, de wet geurende en veehouderijen. Die afweging moet u maken. De GGD heeft gezegd, wij houden een richtlijn aan van minimaal 250 meter. Echter, de raad maakt de afweging of zij de leefbaarheid van de kern, in dit geval de kern Witharen, hoger in de vaandel heeft dan eventuele overlast, geurhinder. Die afweging ligt bij u. En in de brief van de GGD laat zij nog een aantal zaken zien die mee kunnen spelen in het kader van volksgezondheid. En dat kunt u meewegen in de besluitvorming. En dan gaat het over residuen van bijvoorbeeld bacteriën. Afgestorven bacteriën kunnen infecties veroorzaken aan de luchtwegen. Rond de zomervakantie heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Althans is het rapport beschikbaar gekomen wat in Brabant heeft plaatsgevonden door de GGD. En dat omvatte een klein compact gebied met een zeer hoge concentratie agrarische bedrijven. En daarin werd geconstateerd dat het inderdaad een negatief effect kan hebben op de volksgezondheid, met name daar waar het pluimveehouderijen betreft. Daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, ik neem het rapport tot mij. Ik zal kijken wat ik ermee ga doen en eventueel leg ik dat neer bij de provincies, zodat de provincies meer bevoegdheden kregen. Meer is er niet van. Dus u zult een zelfstandige afweging moeten maken op basis van het van de geurvisie, zoals Arcades die daar heeft neergelegd. Zit Witharen naar die 9 woningen op slot? Zeg nooit nooit. Die garantie kan ik u niet geven. Maar ik denk dat een volgende wel onder de ladder zal vallen. Als u kijkt naar alle stukken die hier aan de grondslag liggen. Hoe gaan we daarmee naar de rechter? Is het juridisch houdbaar? De heer Middelkamp geeft aan van, in deze casuïstiek heeft de Raad van State geoordeeld dat het wel daderplichtig is, dat het wel gaat om verstedelijking, et cetera. Wij hebben zowel in bestemmingsplan als ook in de beantwoording aangegeven dat er ook casuïstieken zijn met een aantal woningen erbij benoemd waarin geen sprake is van verstedelijking. En we hebben daarna gekeken, stel dat wij wel laderplichtig zou zijn, wat geldt er dan? Nou, dan geldt artikel 316 BRO. We hebben daar gekeken, regionaal, hoe moet je dat in dit geval duiden? En dan mag je in dit geval ook kijken, gezien het aantal woningen, passend binnen deze gemeente. Dat is 1. 2. Hoe zit het dan ten aanzien van, is er binnenstedelijke ruimte? De kern van Witharen is niet zo groot. Binnenstedelijk is geen ruimte voor een uitbreidingsgebied van 9 woningen gedurende 10 jaren. Want daar hebben we het wel over. En het is niet dat er in 1 keer 10 woningen worden neergegooid. Zo is het niet. En dan hebben we ook nog eens gekeken naar de derde trede. Dat is multimodale ontsluiting. Die is al geregeld aan de Tolhuisweg. Dat is al voor elkaar. Dus zowel vanuit verstedelijk zijn wij laderplichtig. Antwoord daarop is naar onze overtuiging nee. Mocht het wel zo zijn dat de Raad van State zou oordelen, u bent wel laderplichtig, hebben we dat ook al beschreven hoe dat volgens ons in elkaar zit. Ten aanzien van de juridische houdbaarheid, als men naar de Raad van State wil, dat heeft de heer Middelkamp aangegeven, dan zullen we daar het antwoord krijgen op deze casuïstiek. Ten aanzien van, het is niet zo belangrijk, er is geen vraag. U hebt onlangs de stukken gekregen of de beschikking kunnen krijgen over de stukken, dat 7 intentieovereenkomsten inmiddels zijn gesloten. Waarvan er 3 al hebben besloten om over te gaan tot recht van koop, mocht dit plan doorgaan. Is er behoefte van onderop? Er is meer dan behoefte van onderop. Voorzitter, dat wil ik bij laten in eerste instantie. Wie wenst het woord in tweede termijn? Ja, toch nog even, voorzitter. Ik was ook in de eerste termijn, geloof ik, de eerste die vragen stelde. Dus. Ik snap wat de wethouder zegt en ik snap dat de afweging bij de raad ligt. Toch nog 1 keer. Sorry, ik kan het niet laten. Want wij kunnen als raad wel zeggen van, goh, wij vinden de leefbaarheid van Witharen, hè, als je het zo wil uitdrukken, gaan boven de geurnorm. Ja, dat kunnen wij met al ons verstand en objectiviteit proberen te beoordelen. Dan nog blijft voor mij nog even de vraag staan van, en als ze dan toch een juridische procedure uitvolgt. Want ook dan kunnen wij op de vingers getikt worden. En dat is nog even waar ik naar zoek. Van, oké, wij kunnen die afwegingen maken. Wij kunnen zeggen van, wij vinden het een boven het ander gaan. Dus we zien af van die geurnorm. We vinden die ophoging van die norm naar 4 vinden wij in dit geval acceptabel. We hebben de inwoners geïnformeerd, de mensen die het willen kopen. We hebben alles gedaan wat we konden doen. Maar vervolgens wordt het huis verkocht. De volgende eigenaar zegt van, ja, maar
Ik heb een ziek kind en alle onderzoeken en het wijst toch richting die geurnorm. Ik roep maar wat. In hoeverre kunnen we dan toch op de vingers getikt worden en kunnen we dan toch eventueel voor de consequenties, zeker de financiële consequenties, opdraaien? Tot zover. Wethouder de Kust. Voorzitter, ondanks dat ik aan beide kanten een jurist heb, werd ik niet gesouffleerd. Ik ben geen jurist, ik laat dit uitzoeken en ruim voor de behandeling in de vergadering krijgt u hiervan het antwoord. Dan vraag ik of meneer Middelkamp nog 1 minuut wenst te spreken. Is dat inclusief het wandelen? Of? Dit hoort er ook nog niet bij, maar de minuut gaat nu in. Okay. Ik proef toch een medewerking, een meerderheid van de raad die dat toch voor is. Laat wel duidelijk zijn dat de geurnorm, de wet geur in de veehouderij, of stank in de veehouderij, die is al heel soepel, die is al heel ruim ten opzichte van de stankrichtlijn uit 1984 en 96 en wanneer zijn ze toen allemaal ontstaan met publicatiereeks Lucht 46, met cumulatie. Toen zaten heel veel veehouderijbedrijven op slot en toen is er een rechtspraak gekomen van de Raad van State en die heeft het beste veehouderij op slot gezet. Vervolgens is om de Raad van State te overroelen, is er een wet gekomen en die heeft de geurnorm voor het buitengebied op 3 gezet met de mogelijkheid aan de Raad om nog die versoepeling nog ruimer te maken ten nadele van omwonenden. Dus we hebben eigenlijk al een norm die eigenlijk al opgerekt is en die gaan we nu nog verder oprekken. Het mag allemaal, maar of het verstandig is, dat is een tweede. En dan zit ik inderdaad op de lijn van de D66. Van laat het gewoon zoals het is. Er zijn voldoende woningbouwplekken. Wilt u afronden? Ja. Stedelijke ontwikkeling, nieuwe stedelijke ontwikkeling, daar is hier naar mijn mening overduidelijk sprake van. Dus wat dat betreft zal het niet de eindstreep niet kunnen halen. Ik wil het hierbij laten. Ik wil maar meer vertellen, maar ik hou me aan de termijn. U hebt gewoon de gelegenheid gekregen die ervoor staat in ons reglement en daar wou ik het bij laten. En om D66 niet de kans te ontnemen om de stemverklaring te herhalen, gaat dit als bespreekstuk naar de Raad van 17 november. Dan gaan we nu over naar de sporthal en de heer Zoon krijgt de gelegenheid om in te spreken. Hij doet het. 5 minuten, meneer Zoon. Oké. Okay. Ik kom uit Witharen, maar ik spreek in. Ik spreek in over de sporthal. Er is een mooi plan om de sporthal uit te breiden. Daar zou ik zeker ook mee doorgaan. Maar als je die plannen leest, dan zie je dat het heel erg als een koker ontwikkeld is. Er zijn gymzalen in wording. Zo, dat is het plan. Er worden gymzalen bijgebouwd. Maar wat is de carousel? Dat is een multifunctioneel centrum, de carousel. Daar wordt niet alleen gesport, daar wordt ook cultuur beoefend. En als er dan gymzalen bijgebouwd worden, zonder dat er met een woord gesproken wordt over de andere functies uit het multifunctionele centrum, dan denk ik dat is een gemiste kans. Als je namelijk die nieuwe sportzalen bouwt, kun je tegelijkertijd tijdens de bouw voorzieningen aanbrengen die dan heel weinig kosten en die we nu missen in de huidige sportzaal. Als muzikant, want dat ben ik, sorry. Wij moeten elk jaar, als we daar een concert geven, moeten we alle toeren uithalen om licht en geluid op omhoog te krijgen. We mogen het niet aan het plafond hangen. Dus denk even na bij het plan en neem de andere functies mee. Het kost heel weinig geld. Dat is eigenlijk mijn pleidooi. Ik lees er niets van in de plannen. Ik heb nog een punt over het plan. Er wordt geld uitgetrokken om de infrastructuur te verbeteren in verband met de kindveiligheid. Kinderen moeten van andere scholen naar de nieuwe sportzalen toe. En die moeten straks over de Danteweg en de Zeevallenroostraat of Kievitsstraat. En dan moeten voorzieningen voor komen. Maar heel kort geleden hebben we een verkeersplan gehad. En daar werd gepleit om de Danteweg door te trekken naar de Slagenweg.
En dat gaat over hetzelfde stuk als waar de sportzalen gebouwd worden. En wat schetst mijn verbazing dat het bouwvlak voor de sportzalen staat min of meer, zeker voor de helft, op het tracé van die weg. En als die weg er dan nog langs moet, dan moet die strak tegen de muur aan tussen de vijver en de nieuwe sportzalen. En een belangrijke weg in Ommen moet er zo uitzien. Dat kan toch niet waar zijn? Er is nog een aspect aan, wat ook niet genoemd wordt. Namelijk, als die weg doorgetrokken wordt, en daar werd serieus over nagedacht, dan wordt de carousel opeens de allerbest bereikbare plek van Ommen. Het wordt de kern van Ommen. Aan een kruispunt van belangrijke wegen komt ons multifunctioneel centrum. En iedereen kan dat zo vinden. Je hebt geen routeplanner meer nodig. Maar dus, ik lees er niets over. Ik lees in de afweging helemaal niet waarom dat een goede plek is om sportzalen te bouwen. Nou, het is de beste plek van Ommen. Daarom zeg ik van, denk bij die plannen wat breder na en kijk naar andere ontwikkelingen waar het invloed op heeft. Want anders bent u gewoon gemiste kansen aan te houden. Dus ik heb niet zozeer vragen, maar ik heb een pleidooi. En dit was het. Wie heeft de vragen voor de heer Zoon? De heer Bongers. Dank u wel. Dank voor uw inbreng. U zegt van ja, maakt er een... Als er eventueel een nieuwe sporthal komt, maakt er ook wat meer multifaciliteiten mogelijk. U denkt daar zelf aan muziekactiviteiten. U zegt van ja, dat kost heel weinig. Maar wat is heel weinig? Waar praten we dan over? Nou, heel concreet, wij mogen nooit iets aan het plafond hangen, terwijl we dat heel graag zouden willen. Wat is er makkelijker om iets in het dak te maken waar je iets aan vast kunt maken? Even doordenken aan de andere functies van die ruimte. Ja, dat snap ik, dat het technisch kan, maar ja, dat heeft ook een financiële consequentie. En de vraag was, hoeveel gaat dat extra kosten? Ja, als je het later aan moet brengen, dan kost dat veel geld. Maar tijdens het bouw meeneemt niet. Mevrouw Schunselaar. Ja, een heel klein vraagje. U zegt, u bent actief in muziek. Kunt u iets concreets zeggen, er moet wat aan het plafond hangen, waar hebben we het over? Nou, u bent dus nog nooit bij een optreden van Soli of van de Crescendo geweest. Ja, jawel. Nou ja, dan ziet u dus allemaal lampen in allerlei kleuren en geluidsboxen. En dat moet omhoog en dat mag niet hoger, anders valt het om. Dat is ook gevaarlijk. Dat kost heel veel geld. Dat moeten wij allemaal betalen. De heer Leuwek. Ja, u had het over meer voorzieningen bij wijze van spreken voor muziek. Hebt u nog andere voorzieningen in uw gedachten? Ik kan er zo niet zo gauw opkomen, maar ik stel voor dat u daarover in overleg gaat met de commissie gezamenlijke muziekverenigingen. En dan komt dat wel goed. Ik constateer dat er verder geen vragen voor u zijn. Dan mag u uw plaats innemen. En wie wenst hierover het woord? Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u. Ja, we hebben het over de sporthal, we hadden het over muziek en we krijgen muziek voor degene die het kon horen. Voorzitter, ik heb een paar vragen. Ik heb begrepen dat de gemeente in dit geval aan het Vechtdal College moet leveren als het leerlingenaantal maar steeds blijft groeien. En dan dus ook voor het gymonderwijs dient te zorgen. Maar de vergoeding die het Vechtdal aan de gemeente moet betalen, is dat een vast bedrag per leerling? En hoe gaat u dit dan met het Vechtdal College regelen? Dat is mijn eerste vraag. En ik wil toch een hele pertinente vraag stellen. Bent u er absoluut zeker van dat alle beschikbare ruimte die hier in Ommen en rondom Ommen, ik praat niet over Balkenbrug, maar rondom Ommen beschikbaar is, dat die ook volledig ingezet is. Dus dat we niet gaan bouwen voor leegstand. En nu weet ik, ik ga ook zeggen voor nu en voor in de toekomst, wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar wel, we moeten wel een doorkijk maken naar de toekomst toe. En de derde vraag is van, als er een leegstand is in sportaccommodaties, gymzalen of wat dan ook. Of als we toch besluiten om de carousel die drie zalen bij te bouwen,
hoe wordt dan de eventuele leegstand opgevangen? En in uw stuk schrijft u ook over bijvangst. Ik vind dat zo'n mooi woord. Ik denk gelijk aan vis, heerlijk. Maar hoe denkt u die zogenaamde bijstand te vangen? Waar denkt u dan aan? En kunt u ook... Ja, met de hengel. Ik denk nog even iets verder. Goed, zal ik niet meer. Maar hoe denkt u dat te gaan doen? Want het is wel een heel belangrijk iets. Want het moet natuurlijk wel goed geëxploiteerd worden. Is in de bedragen die genoemd zijn, zijn er ook de inrichtingskosten genoemd, dus de toestellen en dergelijke. En nou goed, datgene wat de heer Zoon heeft aangegeven, dat is niet genoemd, dat is niet beschreven. Maar denkt u dan aan de toestellen, denkt u dan aan Basic of denkt u aan Basic Plus? Want ik weet dat bedrijven heel mooi kunnen uitpakken. Inzicht is ook inzicht wat nu bespaard zou worden als er in Ommen nieuw wordt gebouwd en er niet meer gehuurd wordt van bijvoorbeeld Wallenbrug, gemeente Hardenberg is dat, of van Leeuwen als een particulier iets. Dat waren ze. Dank u, voorzitter. Nou, ik vind eigenlijk dat er wat technische vragen bij zijn geweest, maar goed, van dan moet de wethouder maar even op reageren. Mevrouw Wennaars. Dank u, voorzitter. Op het stuk, als wij op deze manier erop insteken om naast bij de carousel aan te bouwen, kwam bij mij de vraag opgericht bij ons over de parkeervoorziening. Het wordt met name ook voor in de avond, willen ze gaan exporteren dan, vooral aan de sportclubs bijvoorbeeld. Maar op dit moment, als het regenseizoen en de donkere dagen intreden, staat de parkeerplaats vol. In hoeverre gaat dat extra lopen en moet er dan misschien parkeervoorziening bijkomen? Wat gaat dat in het kostenplaatje doen? De bijbouw zou dan ook komen op een punt waar het jeugdcentrum op dit moment zit. Het jeugdcentrum heeft daar een skielerbaan, semi-basketbalveldje. Hoe wordt dit in samenwerking gedaan of kan er een samenwerking aangegaan worden om daar ook eventueel ook voor binnen nog meer mogelijkheden te maken wat eventueel op het pleidooi van meneer komt ook om andere clubs daarin mee te nemen. Wat de exploitatie weer aantrekkelijker maakt. Maar ook voor het jongerencentrum. Wat er gebeurt er met hun veldje daar en of eventueel ergens anders neerleggend. Vervolgens wordt er bij exploitatie en beheer kan efficiënt ingevuld worden. Wordt er gezegd van de openingstijden worden teruggebracht en kan tot kostenbesparing leiden. En vervolgens wordt er achteraan genoemd van een toename van de totale binnensportscapaciteit. En eventueel grotere evenementen accommoderen. Volgens mij heft het elkaar dan weer op. En heb je alsnog je personeel nodig. En personeel wat je niet meer nodig hebt, verliest zijn inkomen. Dus waar wordt het dan weer teruggehaald voor de persoon qua banengarantie? En dat waren mijn punten. De heer Middelkamp. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit stuk maakt volgende week integraal onderdeel uit van de behandeling van de begroting. En dan neigen we te besluiten voor een investering van een kleine 3 miljoen. Het is u niet bekend, niet onbekend, voorzitter, dat de VOV-fractie een groot voorstander is van het opsplitsen van de gewenste capaciteit, namelijk 2 zaaldelen bij de carousel en eentje integraal in het Kindplein. Als we kijken naar de bijlagen en we kijken naar de kosten, dan zien we dat de kosten tussen enerzijds 2 zaaldelen carousel en eentje Kindplein, als je die bij elkaar telt, exact hetzelfde bedrag levert als 3 zaaldelen bij de carousel. Dus tot zover maakt dat budgetair gezien niks uit, maar er zijn wel wat nevenconsequenties. Want als je er slechts 2 bouwt bij de carousel, dan heb je een paar jaar, totdat Kindplein klaar is, ontbeer je die capaciteit. Degene van bureau Hem die ons in de tijd aan de hand heeft meegenomen in toelichtingen van wat voor mogelijkheden heb je als je denkt aan uitbreiding, heeft ons een aantal opties laten zien. En we werden eigenlijk toen al, en dat vinden wij ook gelden voor dit stuk, in een bepaalde richting geduwd. En alle andere alternatieven die worden eigenlijk al snel van de hand gewezen. En wij blijven vasthouden aan ons voorkeursscenario wat ik u zojuist schetste. Daarom, voorzitter, de vraag aan de wethouder of er voor volgende week, donderdag, de behandeling in de Raad van de Begroting,
het tweede scenario kan worden uitgewerkt zonder dat we dat zelf doen. Want u gaat ons anders vragen als wij onze motie, die we overigens voornemens zijn te gaan indienen. Gaat u ons vragen waar haalt u dan de dekking vandaan? Wij willen graag dat u dat voor ons inzichtelijk maakt, zodat we twee alternatieven hebben en ook zouden kunnen kiezen. Dus wat zou het alternatief van één zaal Duc Hintplein, twee in Carousel, met zich meebrengen en tegelijkertijd via een blaashal, en we hebben al contact gehad met hem en we hebben al een beetje inzicht in de kosten en dat valt nog wel mee. Het huren van een blaashal voor de time being, zeg maar, zolang het nodig is. En wellicht, voorzitter, kan dat worden weggestreept tegen de kosten van het veranderen van de infrastructuur Danteweg Schevel-Rootstraat. En dan hebben we misschien van tweeën één. Daar zouden we graag ter ondersteuning van onze motie een uitgewerkt voorstel van het college van willen. Voorzitter, dank u wel. Ik heb bij het begin van de vergadering aangegeven welke agendapunten volgende week aan de orde zijn en welke naar de raadsvergadering van 17 november gaan. En volgens mij had ik gezegd dat de sporthal naar 17 november ging, want in de begroting van 2017 is nog niks voor de sporthal opgenomen. Dat zit in de meerjarenbegroting. Maar de wethouder die zal er wel op reageren zometeen. De heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Ja, het CDA is wel blij dat er nu een voorstel ligt om die problematiek met betrekking tot de capaciteit van het gymonderwijs in Ommen nou aan te pakken. Wij weten ook, en dat weet iedereen denk ik, dat een nieuwe sporthal doorwerkt op andere gebieden dan van beleid, zoals op het Kindplein West natuurlijk, hebben we net al gehoord van de VOV, en natuurlijk ook eventueel doortrekken van de Danteweg. De sporthal is echter maar een onderdeel van het geheel met betrekking tot de totale infrastructuur. En over twee van die vijf voorstellen in het raadsvoorstel, namelijk 3 en 5, heeft de CDA daarom een vraag aan de wethouder. Waarom neemt de wethouder die infrastructurele aanpassingen nu al op in dit voorstel? Hoort dit niet bij de te ontwikkelen verkeersvisie 2030 thuis? Dank u. De heer Wendt van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook wij hebben wel een aantal vragen over dit stuk. Een van de vragen die wij hebben is van waarom er inderdaad in dit stuk zo getamboerd wordt op eigenlijk het moeten bouwen van 3 zaaldelen, terwijl eigenlijk de onderzoeken laten zien dat we met 2 zaaldelen ook toe kunnen. Het lijkt ons verstandiger gezien de situatie financieel dat we gewoon voorzichtig aandoen op dat gebied. En dan hebben wij inderdaad ook de vraag van hoe het concreet staat met inderdaad de combinatie met de Danteweg. We hebben de andere wethouder hebben we in de wandelgangen horen zeggen dat dat past. Maar wij hebben daar nog geen concrete zaken van gezien. En wij willen liever niet de Danteweg op slot zetten. Dus wij zouden graag zien dat we daar even iets concreter wat van op papier hebben. En dan hebben wij als ChristenUnie de vraag gesteld of dit inderdaad ook in de begroting meegenomen wordt. En wij hebben dat antwoord gekregen dat het wel degelijk in de begroting zit. Dus dit even als reactie op wat de voorzitter net zei. Dus daar willen wij ook graag wel antwoord op. Zit dit nou wel of zit dit nou niet in de begroting? Wij hebben gehoord van wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons resteert eigenlijk nog twee vragen. Er wordt een kredietaanvraag. Feit is een kredietaanvraag voor een sporthal te groot van bijna 3 miljoen. Ik denk dat het goed is dat we daar een procesgang is wel diverse keren verschillende kosten genoemd. Maar ik denk dat voor de besluitvorming hebben wij er wel behoefte aan dat er een kostenspecificatie is. Ik denk dat er toch een uitsplitsing moet zijn van kostenposten waarover wij ook nog wellicht iets kunnen vinden. En dan denk ik van, nou, hoe is die 3 miljoen opgebouwd? Wat is advieskosten? Wat zijn de inrichtingskosten? Wat zijn de infrastructurele kosten? Nou, daar zijn bouwkundig altijd keurige staatjes voor op te sommen. Dus dat zouden wij graag toch wel eerst willen ontvangen voordat wij daar een besluit over nemen. En dan hebben we nog eens een hele specifieke vraag. Tot nu toe hebben we ondersteuning gehad van een bureau. Nou, heel begrijpelijk voor dit proces.
Maar voor de verdere gang van dit proces, stel dat het een akkoord komt voor een krediet, voor een 1, 2, 3 sporthallen, zalen, dan moet er wellicht ook weer een stuk begeleiding plaatsvinden. Hoe vindt dat selectieproces van die bureau die ons daarbij gaat ondersteunen? En wat zijn de criteria? En daar wil ik dan nog graag met u over in overleg. Dat waren de vragen, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Diverse vragen zijn aan de orde geweest. Er is één vraag wat ook een alternatief voor de VVV wordt al over had. Twee zaaldelen bij de carousel en één zaaldeel bij het Kindplein. Is ook al bekend hoe de besturen van het toekomstige Kindplein hierover denken. Wat hun mening daarover is. En ten tweede, als je dat dus drie zalen bij de carousel zou gaan doen en niet bij een Kindplein, dan moet je sowieso volgens mij dat kruispunt Dante, Chevroostraat, Kiviestraat aanpakken. Dat die kosten die dat met zich meebrengt, want dat zul je wel moeten. Die kosten die met zich meebrengt, moet je eigenlijk volgens mij meenemen in je besluitvorming. Het heeft wel een en ander met elkaar te maken. Los van het feit of je de Dantweg wel of niet doortrekt. Ik hoorde net de ChristenUnie, die willen de Dantweg niet op slot zetten. Ik zou hem wel graag op slot willen zetten. Mocht je dat niet willen doen, dan zul je, wordt de noodzaak om maatregelen te nemen alleen nog maar urgenter. Dus dat die kosten, ook al is het inderdaad, gaat om het verkeersplan, maar die zul je toch wel mee moeten nemen daarin als je dat die drie zaaltjes bij elkaar wil zetten in plaats van 2+1 variant. Dat was het. Wethouder Scheren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik probeer de antwoorden enigszins systematisch te doen. Er zijn vragen gesteld over de noodzaak van een en ander. Er zijn vragen gesteld over scenario's. Er zijn ook verkeersvragen gesteld. Er zijn ook vragen gesteld over hoe denken bepaalde groepen, partijen erover. En er zijn vragen gesteld over het geld. Laat ik beginnen met de noodzaak. Dat was mevrouw Sunselaar met name. Die zei van, goh, weet u nu zeker dat alle ruimte wordt benut? Bouwen niet voor leegstand was in feite uw vraag. We hebben zeer uitputtend de afgelopen tijd alle ruimtes moeten benutten. En we hebben kunnen vaststellen dat alleen maar in het zaaltje in Beerseveld, en dat is natuurlijk heel excentrisch gelegen, nog enige ruimte over is. Zou je kunnen vullen, maar ja, dan zit je natuurlijk ook wel weer met vervoer en busvervoer en wat iets meer zijn. We hebben daarinboven allerlei andere maatregelen moeten nemen. En dat is niet alleen de huur van Balkbrug buiten onze gemeente, maar ook, en dat is via het Vechtdal College zo gegaan, allerlei alternatieven, hè, zoals fitnessruimtes en dergelijke. Dat kost ook geld trouwens. Hè. Dat kost jaarlijks iets van 30.000 euro. Dus er is ook langs die weg wel reden om daar mee aan de slag te gaan. En u stelde terecht van ja, dit is geen luxe voorziening. Wij moeten gewoon leveren. En dat is ook zo. De heer Wint die zei van ja, die noodzaak, maar is het nou 2 of is het nou 3? Hè? En de cijfers wijzen iets meer naar 2. Nou, als je puur rekenkundig kijkt, is het iets meer dan 2. En met zeer forse maatregelen zou je misschien terug kunnen naar 2. Maar er zitten wel een aantal stevige nadelen bij. De eerste is van dat je jezelf in de toekomst wederom op slot zet. En er zijn ook ontwikkelingen die wel belangrijk zijn om mee te wegen. De eerste is dat scholen in de gelegenheid worden gesteld om vol continu roosters te maken. En dat zie je steeds meer. En dat geeft natuurlijk druk op tijd, zeg maar, van beschikbaarheid van accommodaties. Het tweede is dat er op dit moment landelijk een discussie is, en die is heel ver, om het aantal uren gymonderwijs te doen uitbreiden. Dat is nog geen maatregel, maar we moeten niet uitsluiten dat die er toch komt. Wij denken dus dat het verstandig is om nu al niet de zaak helemaal op slot te zetten. En we merken nu al dat de roosters ongelooflijk onder spanning zijn. En gegeven het feit dat ook de scholen zien dat er wel degelijk constructief wordt meegedacht, ook in uw raad voor een uitbreiding, zijn ze wel bereid om eventjes die ellende voor te zetten, maar liefst niet lang.
dat brengt mij ook op het punt van de scenario's. Met name de heer Middelkamp zegt van, goh, maar is er nou niet ook een ander scenario denkbaar? 2 plus 1, om het zo maar eens te zeggen. En dat is natuurlijk denkbaar. Het college geeft aan dat het eigenlijk geen goed idee is. Om twee redenen. Twee belangrijke redenen. De eerste is, een deel van die 2 plus 1, om het zo maar te zeggen, is laat. Hè? Want als je het combineert met het kindplein, ja, dan praat je pas over 2020. En de nood is hoog en die is nu. Dan zegt u terecht van, ja, maar dat kan je misschien tijdelijk opvangen, hè, door middel van een blaashal. En u zei daarbij van, nou, de kosten vallen mee. Nou, ik vind die kosten niet meevallen. Voorzichtige berekeningen, die moet je altijd met een zekere omzichtigheid doen. Leren dat een blaashal sowieso 50.000 euro huur vergt per jaar. En dat is de lage schatting. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten die er nodig zijn om de infra aan te leggen. En dan moet u denken aan riolering, aan gas, water, elektra. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over de kosten van de kleedruimtes. Dus dat is een relatief dure voorziening voor iets tijdelijks. En dat is op zichzelf genomen, wat het college betreft, toch al wel een reden om te zeggen van, nou, moeten we niet doen. Maar er is nog een tweede reden. En daar wees de inspreker ook al op, de heer Zoon. Wij zien, en we hebben dat genoemd bijvangst. Mevrouw Schunselaar zei van, goh, wat vangen we dan? Wij zien inderdaad wel extra mogelijkheden. Want wat we in feite doen, is niet zeg maar 3 gymzalen bijbouwen. Nee, we bouwen er inderdaad een sporthal naast. Met dus de hoogte die inderdaad ook nieuwe mogelijkheden biedt. En dat is niet alleen mogelijkheden in de breedte. Hè. We vinden het jammer dat nu al de sport moet uitwijken. Judo-toernooien van Ommen vinden plaats in Dalfsen. Jammer. Als dat niet echt hoeft. Er zijn inderdaad ook mogelijkheden om meer evenementen te doen. En inderdaad, ook de muziek kan er extra van profiteren. Dus dat is een fantastische bijvangst. Nog los van de in het stuk beschreven mogelijkheden en plussen in de exploitatie. Hè, want het zal duidelijk zijn dat de exploitatie zeg maar duidelijk beter is. Vanwege het feit dat er nu al sprake is van beheer. Er is ook geschreven over bijvoorbeeld de restwarmte in de carousel die kan worden benut en dergelijke. Mevrouw Bennaars heeft overigens wel gelijk dat in termen van personele zaak dat het elkaar op heeft. Dat heeft u goed gezien. Verkeer. Er zijn inderdaad extra maatregelen nodig. En ja, die kun je zeg maar via de verkeersvisie oplossen, hè, wat de heer Leuwicke suggereerde. Of, zoals de heer Moer zegt, van ja, goh, je moet er nu al een beetje rekening houden. Beide kan. Het college heeft in ieder geval wel al willen aangeven van, let wel, dit zijn wel consequenties. Hè. Weet dat raad. Hè. Dus als u dit beslist, hè, dan gaat het wel die kant op. De belangrijkste is natuurlijk, de vraag is natuurlijk gesteld over de Danter. Er waren een aantal fracties die dan vragen van, ja, wat betekent dit nou? Nou, technisch gezien, en dat ook naar de ChristenUnie toe, betekent een akkoord van u op 3 lokalen, sporthal, niet dat de Dant op slot staat. Technisch gezien kan het, zeg maar, ernaast. Maar we snappen met elkaar dat het wel dringend zal zijn. En dat er aanvullende maatregelen zullen nodig zijn. Die zullen nodig zijn onder andere voor het Vechtdalcollege. Voor de geluidswering. Die zullen nodig zijn om extra veilig naar de Danten te gaan. Dus daar zijn extra maatregelen nodig. Ik denk niet dat het passend is om daar nu precies over te spreken. Wij denken dat het passend is dat op het moment dat de verkeersvisie wordt besproken en u ook spreekt over een eventuele doortrekking van de Danten, nou, dat type van consequenties kunnen worden bezien en ook worden afgebogen. Mevrouw Wenaars vroeg nog naar het parkeren. Ja, uiteraard gaan wij ook hier bij het voorstel een parkeerbalans uitwerken. Wij denken overigens dat de last relatief beperkt is, omdat er sprake is van een uitbreiding ten behoeve van de scholen, dus overdag. De kinderen die komen op de fiets, of lopend, nog beter. En
voor wat betreft de sport, hè, 's avonds en zeg maar ook in een weekend, middelt zich dat wel redelijk uit. U heeft gelijk dat bij zeer bijzondere evenementen de zaak vol zal zijn. Maar daar hebben wij gelukkig ook nog wel uitwijk voor. Bijvoorbeeld hier, hiernaast, bij het gemeentehuis. En wij denken dat behoorlijk toereikend zal zijn. Maar u heeft natuurlijk wel gelijk, dat moet wel goed worden onderzocht. En we zullen daar dus een parkeerbalans op plegen. Dan een aantal vragen over partijen. Ook mevrouw Wernaas vroeg van, goh, hoe zien we het hier nou met de jongeren? Ik vind het een ongelooflijk leuk idee om met de jongeren te praten over zeg maar de mogelijkheden die zij zien, ook binnen, maar ook buiten, wat gebeurt er met het veldje en de skateboard. Natuurlijk gaan we daar met hen over praten. En u heeft mij direct aan uw zijde als u pleit voor basketbal, want dat is natuurlijk de mooiste sport. Kindplein. De voorzitter is daar niet mee eens, maar ja, goed. Hij zoekt veel te veel. De burgemeester is daar niet mee eens. Maar goed, hij is nog steeds op zoek naar een ton om naar Bulgarije te gaan. Deze voorzitter is het ook niet meer eens, maar voetbal. Graag weer ter zake. Goed, ik kom ter zake. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman vroeg nog naar van hoe denken de partijen van het Kindplein hier nu over. Zij hebben steeds aangegeven van, dat zij het liefst natuurlijk een kindplein bij de carousel zelf zouden hebben gehad. Nou, dat bleek een stapje te ver. Ze hebben geen moeite met dit voorstel. Zij denken dat zeker als de verkeersaanpassing zoals ook gedacht is, gedaan is, dus voor een veilige oversteek, hebben ze geen enkele moeite mee om het zo te realiseren. Ja, het goede en het betere, natuurlijk als je zegt van goh, zou je ook een gymzaal integraal willen hebben, hè? Ja, als je hen dat vraagt, dan zullen zij ongetwijfeld ja zeggen. Maar geen misverstand daarover, ze hebben geen enkele moeite met dit voorstel. Dan nog over het geld. Het gaat om inderdaad veel geld. De heer Bongers wil een uitsplitsing. Ik heb begrepen over vier posten. De bouw, de inrichting, de infra en het advies. Die kan ik verstrekken. Ik zal mijn best doen om dat zeg maar over een week zeg maar, bij u te hebben liggen. En u vroeg ook nog van, goh, hoe gaat het verder met, met de advisering? Daar hebben we net de aanbestedingsregels voor, dus die gaan wij gewoon volgen. Is het nou voorzien in de begrotingen niet? Ja, dat is natuurlijk een ja- en een nee-vraag. Kijk, het is voorzien in de miljardenbegroting. Dus als u hiermee akkoord gaat, dan schiet u geen gat in de begroting. Dat is één. Twee, ik snap de heer Middelkamp wel dat als hij een amendement eventueel wil voorbereiden voor zijn alternatief, dat hij dat ten tijde van de begroting wil doen. Want dan maak je ook echt de raad, stel je de raad in de gelegenheid om het plus en de min, om die af te wegen. Dus dat kan. Je kunt het ook zo doen. Ook naar de heer Middelkamp toe, dan geeft het ook wat ruimte om de voorbereiding te doen. Om dat toch op de 17e november te doen. Want wat we hier doen is zeg maar inhoudelijk het eerste deel pakken. Bij de begroting op 10 november wordt het begroting en de miljardenbegroting in toto bekeken. En de 17 kunt u een toespitsing maken in de raad van gewoon, en zo willen we die sporthal hebben. En dan kunt u alsnog een amendering plegen. En het kan altijd, maar er moet er wel een dekking voor zijn. Indien u tot meer kosten, uw plan tot meer kosten zet, dan zou dat in de vorm van een begrotingswijziging komen. Ja, en daar moet dan natuurlijk wel een dekking op gevonden worden. Dat wel. Dus nou, dat zijn de dingen die voor u wellicht mogelijk zijn. Dan had wat betreft de kosten mevrouw Schunselaar nog de vraag van, hey, hoe zit het nou met zeg maar de revenuen? Het Veldhoek College met name is de grootste partner. En die betaalt €57.500 voor huur. En dat is dus een deel van de exploitatie. Los van het feit dat, dat noemde we dan die bijvangst, dat we denken dat met evenementen en grote trajecten wel iets van €15.000 jaarlijks kunnen halen. Voorzitter, tot zover in de eerste termijn. Wie wenst de tweede termijn het woord? De heer Wint. Ja, voorzitter. Ik had nog één vraag, want ik hoor nu dat wij jaarlijks nog lasten hebben ter grootte van €30.000 ongeveer voor huur van buiten de gemeente. Die heb ik eigenlijk nog niet zo direct teruggezien in het financiële plaatje. Kunnen we die dan daar nog vanaf trekken weer van die 172.000 of zie ik dat verkeerd? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine aanvullende vraag. De wethouder gaf aan, we kunnen een opsplitsing maken van de totale som.
ik meen dat het 4 posten noemde. Ik zou er wel graag in ieder geval een 5e post aan toe willen voegen. Overige kosten. We hebben meegemaakt dat bij de verbouwing van de Vechtdal onder andere bijvoorbeeld een kinderboerderij verplaatst moest worden. Dat soort kosten of nou, wat even dat dan ook mogen zijn. Ik wil niet verrast worden van dat zit er wel in of het zit er achteraf niet in. We willen wel een heel compleet plaatje, voorzitter. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de inrichting. En ik zou ook graag in het voorstel straks beschreven willen hebben, en goed beschreven willen hebben voor wat betreft de eventuele gevolgen. En ik weet dat ik dan naar uw collega moet kijken, maar de eventuele gevolgen voor de doortrekking van de Dantenweg, waar u zegt, ja, dan zal er wel wat moeten gebeuren ten aanzien van geluid en dergelijke. Ik zou er graag iets meer over, dat hoeft u nu niet, maar met het voorstel zou het mooi zijn als dat erbij was. Dank u wel. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de begroting staat, en ik kan u de paginanummers en de plaatsen noemen waar de bedragen zijn opgevoerd, wel degelijk dat we besluiten over een krediet voor de sporthal. Er staat wel degelijk dat we ergens in 2020 verkeerssituaties gaan wijzigen. En als we daar komende donderdag voor besluiten, dan nemen we daar een besluit over. En wij willen graag op dat moment, voordat dat besluit genomen wordt, een motie, dan wel een amendement dienen waarin we het voorstel, wat we zojuist hebben gedaan, te bedden willen brengen. En daar willen we graag in de Raad van gedachten over wisselen. U geeft al aan dat u de bedragen kent wat zo'n blaashal kost. Daar komen nog wat bijkomende kosten, misschien een portacabin of hoe je dat dan ook oplost. Hè. Er zijn hele dure en wat magere dingen. En dan hebben we het inderdaad over huurpenningen die we kwijt zijn. En je kan natuurlijk over twisten, en dat moeten we misschien nu niet doen, of dat nou duur is of niet duur. Maar het gaat ons om de periode ook daarna. En dat is de toekomst die we qua sportfaciliteiten aan onze jeugdigen op het kindplein kunnen bieden. Dus nogmaals de vraag aan u of u dat scenario 2 plus 1 voor ons zou willen uitwerken, inclusief de consequenties voor de verkeerssituatie, zodat we daar mede door u ondersteund een gedegen onderbouwing van hebben, in plaats van dat we zelf gaan lopen rekenen en vervolgens dat misschien naar uw oordeel wel niet goed doen en daarmee niet verder kunnen. Dus ik zou toch wel degelijk deze vraag gesteld willen hebben. Voorzitter, u permitteerde de wethouder om vrij uitvoerig inhoudelijk in te gaan op alle vragen die gesteld zijn. De geweldige kansen die er liggen als je een hele mooie grote hal haalt, zodat je daar zou kunnen judoën en die hal wordt dan heel hoog. En dan denk ik, ja, het is mooi dat je daar kan judoën en dat dat nu misschien niet kon, maar hoeveel hoogte heb je nodig? Hoe hoog zijn die schouderworpen en hoe hoog zou die hal dan wel niet moeten zijn? En dit is niet lacherig bedoeld, voorzitter, maar dit was wel de manier waarop de wethouder zich afdeed van het feit en de motivatie waarom die hoge sporthal zo geweldig belangrijk is. Als dat zo belangrijk is, dan zouden we heel graag gekwantificeerd willen zien, en dat zou een nieuwe vraag kunnen zijn aan de wethouder, wat de kosten en de opbrengsten zijn van zo'n geweldig grote 3-in-1 torenhoge sporthal. En welke evenementen kunt u ons dan voor de komende jaren toezeggen die daar zullen plaatsvinden? En wat brengt dat dan in de gemeentekas in het laadje? En misschien dat u ons dan een inzicht kunt geven dat we misschien wel 4 sporthallen van 20 meter hoog kunnen bouwen. Als het geld oplevert, waarom niet? En we hebben de ruimte. Dus niet om nu de discussie te voeren, voorzitter, maar het is een heel serieus onderwerp en wij willen graag voor donderdag de toezegging dat wij dit inzichtelijk hebben, zodat we dat in ons abonnement, schrap, motie kunnen verwerken. Voorzitter, dank u wel. Oh nee, voorzitter, nog één dingetje, want de wethouder gaf aan dat de besturen er geen enkel probleem mee zien als er een grote sporthal komt bij de carousel, als de verkeerssituatie maar goed op orde is.
U geeft ook aan dat het wel heel erg lekker zou zijn, en dat zullen de besturen ook beamen, als er een integraal sportgedeelte in het kindplein zit. Voorzitter, onze fractie heeft in de tijd de besturen bevraagd. En namens alle besturen heeft één van de besturen gezegd, wij gaan daar niet over. Wat wij eisen van de gemeente is dat er voldoende capaciteit is, zodat we bewegingsonderwijs goed kunnen vormgeven. En dat is wat de besturen aan ons hebben meegegeven, als u het maar voor ons regelt. Maar voorzitter, wat we ook hebben gedaan is de drie directies van de scholen, alle drie die in de toekomst gehuisvest gaan worden in het kindplein, hebben we bevraagd. En toen hen duidelijk werd dat er geen gymzaal in het kindplein zou komen, vielen ze echt letterlijk van hun stoel. Ze wisten niet wat ze hoorden. En dat zijn nou juist de bewoners en de gebruikers van de gebouwen die iedere dag opnieuw met de kindertjes of een jasje aan moeten trekken en een hele wandeling moeten maken, et cetera. Of dat in dat gebouw kunnen doen. En dat zijn de grote voordelen die een kindplein zou kunnen behalen. En ik vind, voorzitter, dat we daar niet aan voorbij moeten gaan en ons niet te gemakkelijk in één richting moeten laten duwen om een grote sporthal, hoe hoog dan ook, moeten laten bouwen. Voorzitter, dat was het. Als voorzitter wil ik toch even een opmerking maken over het kostenplaatje. Naar de heer Wint toe. Op pagina 3 staat lasten, tijdelijke maatregelen, 30.000 euro. Dus het staat erin. En naar u toe, baten, huur, verbeterde exploitatie, het staat er gewoon in. En dan denk ik bij mezelf van, we zitten hier niet om elkaar bezig te houden, maar we zitten hier om besluiten te nemen op basis van beschikbare informatie. En daar moet u het mee doen. Het woord is aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Dat meneer Leuwik sloeg ik nog over. Oh. Ja, sorry. Ik snap het binnen. Ik heb goed geluisterd naar de wethouder. En de wethouder wijst alleen met het punt met de infrastructuur op het feit dat die wel nodig zijn om daar veranderingen aan te brengen. Maar u zegt ook, het hoeft er niet strikt noodzakelijk nu al in 2 ton op kapitaallast van 13.000. U hebt daar waarschijnlijk dan ook geen bezwaar tegen dat het eruit gaat. Bij dit voorstel. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Laat ik de vraag maar even puntsgewijs nalopen. Richting de heer Wint. Ik denk dat de voorzitter heeft aangegeven hoe het inderdaad in het voorstel is verwoord. Dat is correct. De heer Bongers, ik had u... Interruptie, de heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, want die staan onder incidenteel. Dat betekent dan dat we dat nog maar 1 of 2 jaar gehad hebben? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is zo dat we door de enorme stijging van de leerlingen van het Vechtdal juist de laatste 2 jaren hiermee het probleem hebben gekregen. Dat klopt. Dan de heer Bongers. Ja, ik had de uitsplitsing, de 4 posten aan u zelf ontleend, maar u wilt nog een 5e. Overige kosten, natuurlijk is er ook altijd een post onvoorzien. Het college is overigens niet voornemen om een kinderboerderij daar te verplaatsen, want die is daar niet. Mevrouw Schunselaar, u had inderdaad nog gevraagd naar de inrichting. De eerste inrichting is in Kluis, maar die is wel op sobere basis. U had daar ook om gevraagd. En het is uiteraard aan de raad om daar dan zeg maar iets van te vinden. En gegeven de toezegging aan de heer Bongers, hè, om even die inrichting ook te noemen, hè, de uitsplitsing, kunt u dat dan ook zien. Dan richting de heer Middelkamp, financieel. Ja, zoals het in de begroting staat, is de bijna 3 miljoen is een indicatief bedrag, hè, als krediet. Hè, en er komt uiteraard nog een nadere onderbouwing, want we weten natuurlijk nog niet wat het precies zal gaan zijn. Hè. Dat blijkt wel uit de uiteindelijke gunning. U vraagt om een volledige uitwerking van de 2+1. Ik vind dat heel lastig om u dat toe te zeggen, want ik weet niet hoe uitgebreid u die wil hebben. En zeker gelet op de termijn die u wil. Kijk, politiek is kiezen. Wij denken dat we materiaal hier voor handen hebben om u zeg maar in ieder geval de fundamentele richting te geven. U staat er anders in, dat is me duidelijk. Maar wij menen dat we de argumenten van 3, dan wat 2+1, wel degelijk zeg maar in de stukken hebben verwoord. En ik denk dat een exercitie van, wat betekent dan 2+1,
financieel is in ieder geval helder hoe dat zit. Weinig extra toevoegt in de inhoudelijke gedachtenwisseling van de Raad. Als ik daar nog iets in gemist heb, dan hoor ik dat wel. En ik zie dat u daarover wilt interrumperen. Dus dan hoor ik dat graag. Interruptie, de heer Middelkamp. Ja, ik dacht even, hij doet het niet. Ja, voorzitter, hoe uitgebreid willen we dan precies die onderbouwing zien? Zo uitgebreid als nodig om als raad een besluit te kunnen nemen of 2+1 qua financiën en qua inhoud een haalbare kaart is voor de gemeente Ommen. En of we die eventuele meerkosten, als die er zouden zijn, of we die kunnen dragen. En zoals u in staat bent om ons van begrotingen en van begrotingswijzigingen te voorzien, bent u natuurlijk ook in staat om een scenario van 2+1 te bouwen. Ter voorkoming dat wij zelf aan de haal gaan met cijfers, zoals we al een beetje hebben gedaan door hem dat bureau te vragen van wat kost dat nou allemaal precies en waar moet je rekening mee houden. Maar dan maken we onze eigen becijfering en dan krijgen we, en daar zijn we heel erg bang voor, discussie over ja, maar heb je dit wel uitgelegd. En dan gaan wij dus eigenlijk zitten becijferen wat we heel graag zouden willen, dat dat van uw eigen hand komt, zodat we die discussie in ieder geval omzeilen. Dus hoe gedetailleerd, zo gedetailleerd als dat wij nodig hebben om het besluit te kunnen nemen, voorzitter. Ja, daar gaat u natuurlijk zelf over. Kijk, in de onderliggende stukken hebben wij al wel het verschil aangegeven in termen van kapitaalslasten. En u heeft, terecht ook al aangegeven dat in termen van die kosten maakt het niet veel uit. Dat klopt. De verschillen zitten hem dus in de exploitatie. En daarvan hebben we aangegeven, ook met redenen, dat de exploitatie bij de carousel beduidend goedkoper zal zijn. Nou, dat staat ook allemaal in de stukken. En dat is ook, denk ik, onweerlegbaar. De extra kosten van de 2+1, die betreffen dus de tijdelijkheid van die opblaashal. Nou, als u zegt van, goh, ik wil nog even voor, over een week, de indicatieve kosten, dat zijn wel indicatieve kosten, van, de huur van zo'n blaashal hebben, die kan ik u leveren. Even ben daarmee. Oh ja, voor de goede orde. Natuurlijk is de discussie over de extra mogelijkheden en extra evenementen een heel serieuze zaak. Het feit dat er een judo-toernooi kan worden gehouden zegt inderdaad niks over de hoogte. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar zoals bijvoorbeeld ook de inspreker, de heer Zoon, zei: van ja, goh, als je hem hoger maakt, dan kan je inderdaad ook extra doen in termen van belichting, geluid en wat iets meer zei. Dat is ook onmiskenbaar. En als gezegd, de voorzitter heeft er al op gewezen, dat geeft ook revenue, voorzichtige schatting, €15.000 op jaarbasis. Dan tenslotte de bestuur en de directie. Interruptie, de heer Middelkamp. Voorzitter, als het mag, want uw voorzitter gaf al aan van goh, we moeten elkaar niet bezighouden, want de cijfers die staan in de stukken. Wij hadden ook wel gezien dat er €57.000 baten en in de exploitatie €15.000 voordeel te halen is. En dat is allemaal gebaseerd op een hele grote hal met eventueel evenementen, et cetera. Maar als we nou 2+1 doen en we maken hem minder hoog, wat zouden we dan missen? Misschien dat dan het plaatje er wel op dezelfde manier uitziet. Want er is op geen enkele manier onderbouwd welke evenementen, nogmaals, vanwege de hoogte en de aantal vierkante meters, er extra naar Ommen gehaald kunnen worden en wat dat dan oplevert. Dus misschien dat, hè, u heeft dit kunnen becijferen, dat u dan ook kunt laten zien in datzelfde staatje ter overweging van 2+1 of 3 in één keer, wat dan het verschil zou zijn qua huuropbrengsten extra voor die extra evenementen en wat het in de exploitatie zou schelen. En dan hebben we het plaatje misschien wel helemaal compleet. Dus als dat er nog bij zou kunnen, dat is de vraag, voorzitter, aan de wethouder, dan zijn we daar helemaal gelukkig mee. Voorzitter, ik denk niet dat dit de heer Middelkamp gaat helpen om een ander besluit te nemen. Wat die, dus ik vraag me wel af wat ik aan extra ambtelijke capaciteit en extern werk moet gaan doen om de heer Middelkamp niet tot een ander standpunt te brengen. Ik moet toch ook een beetje een afweging maken tussen datgene wat echt nodig is voor het besluit. En die 15 mil, dat zal hem niet echt zijn. Het gaat om grotere bedragen, het gaat om grotere belangen. Heeft u zelf ook terecht op gewezen. Dus dit vind ik echt een detail. Dus eerlijk gezegd denk ik dat hier in termen van kostenbaten, van extra ambtelijke kosten, ben ik hier zeer terughoudend in. Voorzitter,
In dat geval hoop ik dat de collega-raadsleden, als we de motie of het amendement brengen, daar ook zo over denken dat dit details zijn. En dat we elkaar dan niet gaan bevragen op van ja, maar wat betekent dat dan aan extra huurinkomsten die we zouden mislopen omdat we één zaaldeel minder maken. Okay. Want als we die discussie als dan gaan voeren, voorzitter, dan denk ik dat we toch als VOV-fractie onze poten ietsje stijver moeten houden. Want wij willen heel graag voorkomen dat we straks de discussie, als we die twee scenario's met elkaar in verband brengen en willen wegen als raad zijnde, dat we dan dat besluit niet kunnen nemen omdat we niet de volledige informatie hebben. Als het uw inschatting is dat dat door de raad en voor de raad niet nodig is, en u vindt in uw eigen afweging dat de hoeveelheid inspanning die, want u brengt ons qua standpunt niet snel op andere gedachten, omdat wij diep doorwrocht en na overleg met de directies van de scholen hebben gesnapt hoe belangrijk het is om een integraal zaaldeel in het kindplein te hebben. Dus dat blijft voor ons buiten kijf en dat zullen we dan ook in die motie wel brengen. En wij willen heel graag met uw onderbouwing de andere raadsleden ter vergadering in de discussie betrekken en kijken welk besluit we zouden kunnen nemen. Dus alsjeblieft doet u ons niet aan om op het moment dat we dit bespreken te zeggen van ja, nee, maar het is ons niet duidelijk, we kunnen het besluit niet nemen, want waar haalt u die dekking dan vandaan? Snapt u? Dank u wel. Die laatste, die begrijp ik. Ja, en tenslotte wat betreft de directies en de besturen, ja, dat is de vraag, wilt u goud of wilt u zilver? Ja, de directies willen graag goud, maar er zijn ook andere belangen, er zijn ook andere afwegingen. En tenslotte, de heer Leuwik, moet het erin, mag het erin, hè? De 13.000 kapitaalslast voor de infra. Daar hebben we natuurlijk in het college over gesproken. Kijk, het leek ons wel passend om u de financiële consequenties te laten zien van die infra. Hè, zoals de heer Moerman in feite ook suggereerde. Dus als u dit besluit, weet dan dat dit de consequenties zullen zijn. Technisch gezien zou u kunnen besluiten om te zeggen van goh, we pakken het mee in de verkeersvisie en enzovoort enzovoort. Alleen, dat brengt u wel een extra onzekerheid met zich mee. Allereerst in de tijd, hè, want de verkeersvisie komt later. Tweede is in de inhoud, want we weten niet of de verkeersvisie wordt vastgesteld of wat er al iets anders mee gedaan wordt. Nou, dat was voor het college reden om te zeggen van nou, neem het dan toch nu maar mee, want dit is iets wat zeker moet. Dat was de overweging om dit mee te nemen. Kan dus ergens uw punt wel volgen. Aan de andere kant, het is wellicht toch goed om het op hetzelfde moment te doen, want er is te veel onzekerheid over de verkeersvisie en de uitwerking voor het volgend jaar. Dat was de reden om het deze keer dit zo te doen. Maar mag ik even? Dat was ook precies onze overweging, de onzekerheid. Kijk, de volgorde die staat ons wat dat betreft niet aan. Het gaat natuurlijk eerst om wat wordt de verkeersvisie en daarna komen de infrastructurele aanpassingen. En nu gaan we al wat reserveren voor infrastructurele maatregelen en we weten nog niet precies wat. Dat was de twijfel. Ik begrijp uw afweging. Het is een beetje een cirkel, hè? Van wat laat je nou bepalend zijn? Ja, het college was toch de afweging van, goh, dit is de inhoud, hè, en verkeer is daarvoor dienend. Maar ja, je kunt het inderdaad ook anders zien. Nou, misschien is het goed om dit punt dan expliciet te vragen aan de raad bij de behandeling in de raad. En het college volgt uiteraard het raadstandpunt ter zake. Ik concludeer dat dit stuk als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 17 november gaat. En ik heb nog advies voor de heer Leuwik. Wellicht werkt een holistische aanpak verhelderend voor meneer Leuwik. Nou, leg straks maar even uit van wat de holistische aanpak is. Van, wij gaan nu pauzeren tot 9:55. Oh ja, Kees, wil jij nog wat zeggen? Kees is uitgesproken, zegt hij. Tot 9:55. Wij hervatten de vergadering. En we gaan door tot 11:08. Want u heeft het zich gepermitteerd om de pauze met 8 minuten te verlengen. Dan is nu agenda punt 4. Afsprakenwijze raadscommissie aan de orde. Er zijn geen opmerkingen gekomen, dus dat kan vastgesteld worden en bij deze is het vastgesteld. En dan gaan we nu over naar agenda punt 7, convenant regionale samenwerking, beschermd wonen en maatschappelijk opvangcentrum regio Zwolle.
Wij hebben een behoorlijke uitdaging nog gezien het aantal uitgangspunten. Dus ik verzoek u om uw vraagstelling to the point te houden. Wie wenst hierover het woord? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uw waarschuwing was heel duidelijk. Bovendien de hele avond heb ik mij al zitten afvragen van welk type vergadering hebben we. Maar commissie is het. En bij dit agendapunt hebben we in ieder geval vastgesteld dat het om twee aspecten gaat. Om verevening en het gaat om kennis nemen van de veranderagenda. En met dat agenda, met onderdeel A, kunnen we nu al vaststellen, hebben we geen enkel probleem. Wel bij B, daar wringt bij ons wel wat. En dan gaat het om de verantwoordelijkheid van de gemeente voor dit onderwerp. Het staat ook in het stuk wel beschreven en terecht. Terecht wordt dat ook in het raadsvoorstel genoemd. Maar hoe verhoudt zich nou die verantwoordelijkheid tot het voorstel? Namelijk kennis nemen van de veranderagenda. We zijn wel 100% verantwoordelijk. Maar het lijkt wel alsof iedereen betrokken is bij dit onderwerp, behalve de raad. Daar hadden we graag iets meer uitleg over. Dank u. De fractie van de LPO. De heer Boerman. Ja, voorzitter. Er waren schriftelijke vragen gesteld door de CDA wat betreft prestatieafspraken over beschermd wonen. Die zal ik al beantwoorden. Dus ik heb verder geen vragen. De heer Smits namens de VVD. Even kijken. Ja, het eerste stuk. Over de indicatie. Er waren maar 18 inwoners van Ommen die daar aanspraak op maakten. Als je kijkt naar de verhouding van Ommen qua gemeentes die daar ook in beschreven staan, dan denk ik dat wij veel lager scoren qua gebruik hiervan te maken. En volgens mij de overheidsgelden die daarvoor beschikbaar gesteld worden, die gaan naar inwonersaantal. Hoe wordt dat dan voor de rest verdisconteerd? Of wordt daar iets aan verdisconteerd? En vanuit de regionale veranderagenda, welke rol speelt het samen doen team hierin? Dat waren ze, voorzitter. De heer de minister Robles. Kijk, nou, ander kleurtje. Voorzitter, afgezien van een technische opmerking die ik toch nog maar even plenair wil maken. Ik heb het net ook de burgemeester reeds gemeld. Maar op pagina 2 staan er begripsbepalingen. En er staat iets over welke gemeenten participeren. En daar staat volgens mij onze gemeente niet tussen. Er staat namelijk wel een niet bestaande gemeente, namelijk de gemeente Ommen, streepje Hardenberg in. Als ze nou dat streepje in een komma veranderen, dan is de tekst weer akkoord wat mij betreft. Vervolgens de vraag. Afgezien van de uitgangspunten die je in deze notitie kunt vinden, lijkt mij de wenselijke doel van het convenant, namelijk dat de eigen gemeente voor zijn eigen burgers kan zorgen dat de opvang ook in eigen gemeente kan plaatsvinden. Ondanks het feit dat de centrumgemeente feitelijk de regie heeft over de hele doelgroep. Is nou de tekst van het convenant zodanig dat dat doel ook bereikt kan worden? Is dat de doelstelling van het convenant? Want dat kan ik eigenlijk in het hele convenant in die zin niet zo goed terugvinden. De heer Middelkamp van de VOV. Even resetten. Voorzitter, korte vraag. Sluit aan bij wat onze voorganger vroeg. De gemeente is gehouden aan het organiseren van voldoende geschikte woonruimte. Daartoe zijn er prestatieafspraken met de woningcorporatie. En we zouden graag een korte update horen van hoe dat op dit moment eruit ziet. De heer Leuwik, CDA. Ja, even eruit halen. Voorzitter, dank u. We willen de wethouder even bedanken voor de antwoorden die we gekregen hebben op onze schriftelijke vragen. En wij zijn daar tevreden mee. Dank u wel.
Het woord is aan wethouder Scheulen. Dank u. Allereerst fundamentele vraag van de heer Van der Mooren over de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe zit dat nu? Wettelijk gezien is sinds 2015 de taak via de WMO belegd bij de gemeenten. Maar het heeft in zijn uitvoering verschil gegeven in die invulling van centrum. Algemene energiepakken, daar is ook door collega's al op. Wat betekent dat in de praktijk? Dat de gemeenten werkelijk betrokken zijn bij de toegang. Dus het betekent dat samen doen team, dat was ook een vraag van gewoon de rol van het samen doen team. Op het moment dat er sprake is van een mogelijke situatie, het begint bij het samen doen team. Het team kan desgewenst opschalen via de GGD naar het regionale niveau. We hebben een vast GGD bij het samen doen team en dat is dan bewerktuigd. De centrumgemeente is verantwoordelijk voor de inkoop, de contractering en de administratie. Dat lijkt ook een goed regime, dat lijkt ook een. Maar we moeten wel proberen inderdaad zo goed als mogelijk zaken lokaal op te lossen. Dat gaat niet één op één lukken. Want, en er is ook al op gewezen, de huisvestingssituatie in deze regio is niet zodanig dat je als gemeente dat steeds zo kunt accommoderen. Dat moet wel de toekomst zijn. Dus inderdaad moeten de prestatieafspraken worden gemaakt met de woningcorporaties. Kijk overigens naar buiten die kring, hè, want die daarvoor in aanmerking komen. En die afspraken die gaan we maken. Net even de collega gevraagd, afspraken zijn nog niet klaar, hè, maar dit van dat gesprek. De heer Smits vroeg nog van hoe zit het nou met het geld en de verevening. Hè? Ik begreep van onder andere de heer Van der Mooren dat op zichzelf nu akkoord is. Ik denk ook dat het een hele is. Niet alleen omdat het financieel gunstig is hè, vanwege het overschot, maar gewoon omdat het net even onevenwichtige situaties zijn. De heer Smits zegt van ja, maar wat betekent dat nou voor Omme? Hè? Ook in de. Nou, de inzet is om na 2019 nog meer individueel verantwoordelijk te maken. Het tweede is van ga op basis van inwoners. Dat is niet een één op één. Wachten wel op nadere regelgeving van de. Maar het is dus niet zo dat je maar een vast bedrag per inwoner. Dat wordt wel degelijk kwalitatief naar gekeken. Naar problematiek. En er is een groot verschil. Omvang en geld als het gaat om beschermd wonen. De opvang. Beschermd wonen gaat echt om hele grote bedragen. En dat zit met name grootstedelijk. De heer de Vries Robles wees nog op een voorkomenheid waar hij de aandacht voor vraagt. Natuurlijk zoeken wij met gemeenten zo ook zonder daar een verbindingsstreepje aan te willen koppelen. Dus wij gaan daar ook van laten maken. Dank voor u. Alleen. De doelstelling van, goh, kan elke gemeente daadwerkelijk voor zijn eigen opvang. Wij zullen ons best doen om dat ultimo 2019 te doen geworden. Het zal dus zijn van de mogelijkheid voor de prestatieafspraken. Maar de. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord? De heer De. Ik denk dat ik nog even behoefte heb om mijn vraag te maken dan. Mijn vraag was niet, kan de gemeente Omme dat realiseren? Maar mijn vraag was eerder, is nou bedoeld om de gemeente specifiek in staat te stellen om, als zij dat kunnen, voor hun eigen burgers dat ook. Want de grap is namelijk dat ik in het hele convenant dit principe nergens tegenkom. Wel dat ik zullen zorgen in het kader van de opgave enzovoort. Maar er staat niet specifiek bij dat de doelstelling is al zaken te kunnen regelen. Kijk, er zijn eigenlijk drie doelstellingen met dit hele verhaal. De eerste, de inzet is om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De tweede is zo snel mogelijk, indien je opgevangen bent,
ook weer zelfstandig wonen. En de derde, toe willen naar ketensamenwerking. Dat is een regionale opgave. Natuurlijk ook naar individuele gemeenten toe. Wij denken dat het belangrijk is dat de lokale infrastructuur, en zo staat het ook verwoord, wordt versterkt. We willen toe naar meer preventie. En dat betekent dus dat je je lokale infrastructuur, zeg maar je afspraken met de partners, met huisartsen, met GGZ en wat meer, goed voor elkaar hebt. Maar nog veel belangrijker dat je vroegsignalering, dus dat je op de vindplaatsen, bij peutenwerk, bij sportverenigingen, en dat je snel, waar nodig dat is, opschakelt. Dat is de insteek van dit verhaal. Past ook bij de commissie Dannenberg, die ook toe wil naar de meer van die lokale insteek, om juist te voorkomen dat je in de gebouwelijke situatie onderuit gaat, omdat je te weinig woningen hebt die zeg maar voor beschermd wonen. Eigenlijk moet je ergens zien, zien te regelen dat het niet meer zo nodig is dat je zoveel jongeren en ouderen in beschermd wonen hebt. Dat is de insteek. Convenant ook mogelijk. En dat is het gemeenschappelijke beleid. Nog één mogen maken, want u pakt mijn opmerking heel erg als gericht op extra en preventie. Maar ik bedoel mijn opmerking iets anders. Namelijk, als een burger in deze gemeente de ondersteuning nodig heeft, dan zou ik het wenselijk vinden dat hij dat ook in deze gemeente kan krijgen, omdat dan zijn sociale netwerk in stand kan blijven. Zo bedoel ik het meer. Akkoord, en dan zijn we het ook erg eens. Want dat moet natuurlijk de inzet zijn. En via samen doen, waar dat toch de toegang is, kunnen we dat ook zoveel als mogelijk regelen. In een aantal gevallen zal het misschien niet nodig of mogelijk zijn. Dan gaan we via de GGD opschalen. Maar dat is zeker de inzet. Ja. Ik constateer dat hiermee een einde komt aan de beraadslaging. En wie wenst dit als bespreekstuk naar de raad van 17 november? Niemand? Dan is het een hamerstuk voor 17 november. Dan gaan we nu over naar agenda punt 9. De transformatieagenda en toekomst samen doen. Wie wenst daarover het woord? De heer Marsman. Dacht ik dat ik goed voorbereid was. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch even puntsgewijs even het besluit bij langs lopen. We hebben in ieder geval kennis genomen van de inhoudelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Daar hebben we verder geen opmerking over. Niet anders dan dat het goed is dat we dat we na de kanteling ook gaan kijken naar een stukje transformatie. We hebben tevens de transformatieagenda en de toekomstperspectief samen doen doorgenomen. En daar hebben we toch een paar vragen over. Op bladzijde 8 staat iets over een zorgbarend signaal over een gekozen oplossing. Dan wordt het dan voornamelijk gewezen naar de noodzakelijke bezuiniging die heeft plaatsgevonden op de WNO hulp bij het huishouden. Kan de wethouder ook aangeven of dat zorgwekkende signaal alleen daar vandaan komt, of dat er ook zulke signalen uit andere hoeken van een WMO naar voren komen? Even nog wat ouderwets gezegd, misschien uit een van de andere 9 prestatievelden, of van wel eer. Op dezelfde bladzijde staat ook iets over cliëntenondersteuning. Slechts 23% is daar bekend mee. En in de transformatieagenda op bladzijde 12 lijkt het onderwerp niet terug te komen. Tenminste, ik herken het niet ergens onder, maar wordt dit wel meegenomen in de transformatieagenda? En dan wat betreft de financiën, daar was al incidenteel 184.000 gevraagd. En daar komt dan nu, en daar komen we ook volgende week over te spreken, 176.000 bij voor de komende 3 jaar. En er worden op bladzijde 14 van de transformatieagenda, worden ook, of bladzijde 12 en 13, worden ook iets van 14 thema's benoemd. Is de wethouder in staat om iets meer toe te lichten waar deze 360.000 die als incidenteel gevraagd wordt voor gebruikt gaat worden? Het gaat mij niet om details, maar zijn er van die 14 genoemde thema's een aantal die er uitspringen qua vraag naar gelden? En ik weet niet zeker of ik deze vraag mag stellen, maar klopt het als we dit alles gelezen hebben, dat we ons wel mogen voorbereiden dat over een jaar of 3
En zeker wel een gedeelte van die 360.000 die nu incidenteel gevraagd wordt, wel omgezet gaat worden in een structurele bijdrage. Tot zo. Mevrouw Schepers. Ja, ik heb in ieder geval één vraag. Staat op pagina 8. Daar staat ook dat er weinig gebruik gemaakt wordt van cliëntondersteuning. Landelijk is het laag, maar hier ook. En wat ik me daarbij toch wel afvraag is, hoe kan het dat mensen dit niet weten? Worden ze daar niet op gewezen? Of wordt ze dat telefonisch niet gemeld? Wat gaat de gemeente daaraan doen om dat te verhogen? Meneer Moerman. Ja, voorzitter. Even over de transformatieagenda. Inderdaad, er staat bij de expertise en kennisteam een zinsnede die wel wat vragen oproept. Er staat in dat wij een spanning ervaren tussen de bedoeling van de transformatie en de rigide wetgeving. Hoeveel die rigide is, nog een tweede. Maar met name in het kader van de participatiewet. Of door bestaande jurisprudentie in het kader van de WMO. Daar staat dus in, wij laten ons leiden door wat het beste is voor de inwoner die ondersteuning behoeft. Dat zou je kunnen uitleggen. Nou, die wetgeving die laten we een beetje links liggen. Maar het gaat ons om wat de inwoner. Het is een heel mooi begin, maar het wordt waarschijnlijk wat anders bedoeld als het hier staat, neem ik aan. Dan wordt er verderop nog gesproken over signalering van fraude in het kader van de participatiewet. Dat gebeurt sneller en er wordt meer gevorderd. Kan de wethouder iets meer vertellen over welke fraude we het dan over hebben in het kader van de participatiewet? Dat was het. De heer Smits. Ja, we hebben het stuk ter kennis genomen en we hebben eigenlijk maar één vraag. Cliëntenervaringsonderzoek is gedaan. Daar komen wat resultaten uit. Willen we dit onderzoek jaarlijks gaan doen? Dat was het. De heer De Vries-Robles. Voorzitter, dank u wel. Laten we gewoon vaststellen dat de doelstellingen die we destijds in 2015 vastgesteld hebben, dat natuurlijk nog steeds de uitgangspunten zijn onder het huidige programma. En dat we eigenlijk met elkaar constateren dat om die doelstellingen goed te realiseren, zullen we toch nog echt een veranderprogramma door moeten voeren. En dat wordt dan ook benoemd met de transitie of de transformatieagenda. Wat ik eigenlijk mis in als belangrijk kernpunt in die transformatieagenda is eigenlijk een van de basisprincipes van de WMO, namelijk dat het altijd moet gaan om een individu waar je kijkt naar de behoeften van het individu zelf. En wat ik eigenlijk in al deze teksten terugkom, is dat we een bepaald aantal doelstellingen willen realiseren. Maar de cruciale doelstelling, namelijk dat het om aanpassingen gaat die dus situationeel aangepast moeten zijn aan dat individu, die kom ik eigenlijk nergens meer tegen. We weten dat is het primaire uitgangspunt van de WMO. Maar het gek genoeg staat het in ons wat we willen bereiken niet. Heel als kernprincipe boven water. Dus ik zou ervoor willen pleiten om iets in die vorm in ieder geval ook toe te voegen aan de gewenste doelstelling in het transformatiedomein. En ik zeg dat niet voor niets, want ik zeg dat met name omdat we inmiddels ook wat jurisprudentie gehad hebben. En die ging dan weliswaar over huishoudelijke voorzieningen, maar ook een onderdeel van de WMO. Ook een taakveld. En daarin is eigenlijk vastgesteld dat je wel een doelstelling kunt hebben dat het huishouden schoon is, maar dat je dat toch iets meer moet expliciteren, omdat je het ene huishouden nou eenmaal niet lijkt op het andere huishouden. Nou, dat is nou net wat ik bedoel. Namelijk dat in die transformatieagenda zul je iets moeten inbouwen zodanig dat mensen krijgen wat toegespitst is op hun eigen situatie. Dus daar zou ik een aanvulling willen zien. En dan vind ik het opvallend dat als we kijken naar eigenlijk de financiële overzicht meerjarig omme, dat we eigenlijk, ja, als ik dat bekijk, zie ik een totaal budget en totaal kosten. En iedere keer is het budget toch hoger dan de kosten. Terwijl we juist het afgelopen jaar hebben kunnen constateren dat het aan de WMO-kant heel goed ging, maar bijvoorbeeld aan de jeugdwetkant niet zo goed. Zijn nou deze budgetten aangepast aan de laatste stand der zaken die wij, zal maar zeggen, hebben kunnen kennisnemen vanuit de uitputting 2015 en de prognosebegroting 2016? Ik heb dat nergens terug kunnen lezen of daar een aanpassing heeft plaatsgevonden of niet. En een andere vraag die ik nog zou hebben als ik dit bekijk is, we hebben dat al eerder gevraagd, denk ik, en het gaat me er echt niet om het tot op de euro te kunnen weten,
Maar als we het over een programmabudget hebben van 10,9, ongeveer 11 miljoen, kunnen we dan ongeveer aangeven hoeveel van dat budget uitvoeringskosten zijn en hoeveel van dat budget daadwerkelijke inzet van middelen die naar de klant, de cliënt gaan zijn? Niet omdat ik dat nou per se wil normeren, maar het is gewoon een interessante vraag van hey, hoeveel procent van gaat eigenlijk naar uitvoeringskosten? Nou, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste opmerkingen die ik zou willen maken. De heer Middelkamp. Voorzitter, drie puntjes. Allereerst, een week geleden hebben wij gevraagd, kunnen wij eens inzicht krijgen in de stand, de financiële stand met name, van het sociaal domein. Hè, wat hebben we uitgegeven, waar staan we precies, wat kunnen we ons permitteren, er komen nieuwe voorstellen aan, transformatieagenda, et cetera. Toen liet de wethouder vol trots deze notitie zien, die wij nog niet hadden kunnen lezen. En daar zouden we op onze wenken worden bediend. Voorzitter, we hebben hier alsnog een aantal vragen bijgesteld. En die vragen die zijn dusdanig complex te beantwoorden dat we de afgelopen week dagelijks contacten hebben onderhouden met de ambtenaren van de BOH om inzichtelijk te krijgen van wat staat hier nou precies, waar staan we nu, wat is onze ruimte, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, et cetera. Voorzitter, dat staatje dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet helder. In het voorstel of in het financiële overzicht bij het stuk, daar staat ook een fout. Hè. Dat klopt niet helemaal precies, dat moet anders, dat gaat ook gecorrigeerd worden, neem ik aan. Wij zijn bezig, voorzitter, onze fractie, om dat tot op het bot deze keer maar eens uit te zoeken en dat inzichtelijk te maken. Want zoals de wethouder de vorige keer aangaf, zijn we toch nog niet helemaal op onze wenken bediend. En dat stelt ons een beetje teleur. Maar we geven niet op en we gaan hier vol frisse moed mee verder. Blijven er twee dingen over. Het eerste is de vraag aan de wethouder en die sluit aan bij wat de ChristenUnie ook al vroeg. We gaan een project doen, dat project duurt 3 jaar en daar vragen we een budget van €1.080 voor. Wat we daar precies voor krijgen staat wel vertaald in een aantal thema's, maar wat we er precies voor doen en hoe we dat gaan invullen, dat is wat ons betreft voor onze controlerende taak als raadsleden nog wat te weinig en te mager belicht. Oftewel, steken we dat in opleiden van mensen, steken we dat in ICT, gaan we daar mensen voor inhuren, kopen we de brochures voor. Dus wat doen we nou precies voor dat geld? 3 jaar lang €360.000. Dus de vraag aan de wethouder is of dat inzichtelijk kan worden gemaakt, of er iets van een projectplan is met een projectbegroting, zodat we snappen en ook kunnen volgen vanuit onze controlerende taak hoe het met dat project gesteld is en wat we ervan mogen verwachten. En uiteindelijk, en want daarvoor doen we het allemaal, wat gaat de cliënt er aan het eind van de streep van merken? Ja, wat levert het op? En dan, voorzitter, de laatste vraag, en die is voor onze collega raadsleden hier aanwezig en commissieleden. We hebben in het cliëntenonderzoek een aantal aspecten gezien. Daar zijn zojuist ook al diverse vragen over gesteld. Ik zal een paar andere voorbeelden noemen. Het is zo dat er relatief weinig keukentafelgesprekken worden gevoerd. Dat vinden wij heel jammer en dat zouden we graag anders zien. Een groot gedeelte van de cliënten is ontevreden over de gekozen oplossing. Een groter gedeelte is tevreden. Hè, en je kan natuurlijk hartstikke blij zijn met wat er allemaal bereikt is en wat goed gaat. Maar laten we eens kijken van wat is er aan de hand met de niet tevreden cliënten over de gekozen oplossing. En ten leste, en dan stop ik met de voorbeelden. Mantelzorg is een vrij belangrijk onderdeel in het sociaal domein. 25% van de mantelzorgers is overbelast, wordt ervaren door cliënten en zou in de toekomst een probleem kunnen vormen. En in de notitie staat dat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij het college. Dat zouden allemaal geruststellende gedachten kunnen zijn. We gaan wat evalueren, we gaan intern analyseren. Het staat hoog op de agenda. Maar ik zou onze raadsleden graag willen oproepen om van dit soort elementen een motie, dan wel amendement op dit stuk, te gaan voorbereiden, waarin we een aantal kaders meegeven aan het college, wat wij nou graag zouden willen zien. Als we vaststellen dat er weinig of te weinig keukentafelgesprekken plaatsvinden, kunnen we dan niet met elkaar bedenken wat wij niet alleen maar als analyse kunnen uitvissen, maar wat wij daarvan vinden en wat we voor maatregelen gaan voorstellen, wat voor kaders we meegeven om te zorgen dat dat beter gaat. Oftewel bij deze, voorzitter, een oproep aan alle
aanwezige raads, dan wel commissieleden, om met elkaar eens na te denken over de uitkomst van dit onderzoek en wat willen wij als raad hier nu aan verbeteren. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Heer Lubik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat daar af te strepen wat het al gevraagd is. We sluiten ons in ieder geval aan bij de vraag van de ChristenUnie over de financiën, dat is één. Dan het klanttevredenheidsonderzoek. Ja, we horen toch nog graag een korte toelichting op hoe het onderzoek is uitgevoerd. Wat was de aanpak, hoe was de keuze van de respondenten? En bijvoorbeeld, er stond ook geen vragenlijst in een bijlage bij. Je kon ook iets nalezen wat er gevraagd werd. Misschien dat u daar iets over kunt zeggen. En het tijdsbestek waarin het uitgevoerd is. Dus graag een kleine korte verduidelijking. Dan, we hebben net al gehoord, er is nog veel voor verbetering vatbaar. Wanneer kunnen we een actie- en verbeterplan verwachten? Op welke termijn? Dan over de cliëntondersteuning had de LPO ook een vraag. Ik wou daar graag ietsjes uitbreiden. Want wordt bij het actief maken van de cliëntondersteuning wordt er ook gebruik gemaakt van de kennis en de kunde, bijvoorbeeld van de participatieraad en positieve ervaring van ervaringsdeskundigen. Dat mis ik eigenlijk nog een beetje. En dan een vraag over de transformatieagenda. Oké, de hoofdthema's heb in bladzijden 12 en 13 staan ze keurig opgestomd. Een aantal thema's is al omgezet in voorstellen, andere nog niet, staat er ook in. Maar wanneer kan de Raad een uitwerking van die thema's concreet verwachten? En met andere woorden, wat staat nu op de lange termijn agenda en wat komt aan de orde bijvoorbeeld in de klankbordgroep? Dat waren de resterende vragen. Dank u wel. Graag een korte, bondige reactie van wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn best doen. Laat ik het wel even puntsgewijze nalopen. Allereerst, de heer Marsman vroeg naar het zorgwekkende signaal uit de onderzoeken. Betreft dit nu alleen de huishoudelijke hulp? In eerste instantie leek dat wel zeer vanzelfsprekend. Er zijn twee elementen in de huishoudelijke hulp waar erg veel kritiek op is. Dat is de rigiditeit van de twee uur. En dat is de eigen bijdrage die 100 euro is, tenzij je tot de minimacategorie behoort, dan betaal je 25 euro. Daar zit niks tussen. Vanavond ligt ook voor een voorstel om die twee punten te doen versoepelen. Maar we hebben wel zeg maar ook opdracht gegeven om nog wel dieper te kijken of er ook niet op andere onderdelen wellicht kritiek is. Dus mocht dat het geval zijn, dan kom je daar zeker op terug. Maar dit was een zeer duidelijk signaal en was voor ons ook reden om daar direct zeg maar mee aan de slag te gaan. Tweede punt is door vele fracties genoemd de cliëntondersteuning. U heeft terecht gezegd, van god, dat hadden we specifiek en ook explicieter in het voorstel kunnen hebben en moeten hebben. Dat neem ik graag over. Met andere woorden, ik geloof dat bijna elke fractie daar wel voor gepleit heeft. Daar gaan we separaat op komen. Twee punten, zowel de cliëntondersteuning, de onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals dat door de professionals gebeurt, via ME onder andere, daar is iets over te zeggen. Maar toch ook de klantondersteuning van bijvoorbeeld ouderadviseurs en wat iets meer zijn vrijwilligers. En op dat punt zijn nieuwe en mooie initiatieven. Ik ben graag bereid om dit met wat voortvarendheid ook aan te pakken. En nou, als het niet einde dit jaar is, dan begin volgend jaar krijgt u daar een concreet plan voor. De heer Marsman vroeg ook nog van, goh, die 360, dat is dan een duiding van het bedrag. Kunt u aangeven van wat nou daarvoor gedaan wordt, hè, al is het in hoofdlijnen. En in feite zijn het ook vragen van anderen, van goh, kunt u enige uitwerking geven van dit verhaal? Nou, ik denk dat het te veel tijd gaat kosten om dat omstandig te doen. Er komt een uitvoeringsagenda van dit verhaal, waarin we ook zullen duidelijk maken van oké, wat gaat plaatsvinden, wanneer en met hoeveel geld. Er was ook een vraag van, goh, wanneer komt het in de raad, wanneer komt het in de commissie, wanneer komt het in de klankbordgroep. Lijkt me een uitstekende manier om zeg maar dat ook dingen in de vorm van een soort jaaragenda. Dit zijn de onderwerpen die we gaan pakken en dit zijn daarbij de voorstellen. En als gezegd, de eerste twee heeft u al te pakken vanavond. Er is veel te doen op het gebied van de huishoudelijke hulp.
Die staat op de agenda. En er is erg veel te doen over de jeugd. En ook die staat vanavond op de agenda. Ook mevrouw Schepers had de vraag over de cliëntondersteuning. Graag bereid om daar werk van te maken. Dan pagina anders omslaan. De heer Moerman, wat is nou dat verhaal van die spanning in de rigide wetgeving? Nou, je merkt dat met name als het gaat om de participatiewet, wij last hebben van landelijke regels. Voorbeeld, als er sprake is van een bijstandsgerechtigde die wel wil werken, dan zijn we niet in de gelegenheid om daar bijvoorbeeld een bonus op te zetten. Dat is gewoon wettelijk verboden. Ja, en dan krijg je natuurlijk het terug van, ja, waarom zou ik in feite aan de slag gaan? Want ik ben diep van mijn eigen portemonnee. En dat hoor je helaas, hè. Die armoedeval, daar hebben we nog steeds een probleem. We zien dat er een viertal gemeenten zijn die op dat punt willen experimenteren. En het college is nu in onderzoek of wij bij een van die vier kunnen aanhaken. Concreet is dat Groningen, die van staatssecretaris Kleinsma de uitnodiging heeft gekregen om te experimenteren, om wat ruimte te krijgen. Nou, we gaan kijken of we daarin kunnen aanhaken. Want ook voor Groningen kan het interessant zijn om niet alleen een grote gemeente te hebben, zoals de stad Groningen, maar een kleine plattelandsgemeente, zoals Ommen, kan daar ook landelijk natuurlijk betekenis in hebben. Dus we gaan kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Als daar meer over te zeggen is, dan kom ik daar uiteraard graag op terug. Dan de fraude. Dat is in feite het klassieke werk wat we doen bij bijstandsfraude en wat iets meer zei via de sociale rechercheurs. Die zijn in Zwolle, dat doen we regionaal. Die doen overigens buitengemeen goed werk, stellen we vast. De heer Smits vroeg nog van, zijn er ook ervaringsonderzoekers zoekingen? En moeten we dat jaarlijks doen? Ja, we hebben erg veel verschillende typen van onderzoek. Daar moeten we het toch nog maar eens een keer over hebben van, wat is nou doelmatig? Wat we hebben is natuurlijk, waar staat je gemeente? En dat was ook een vraag van, wat zijn dit nou voor typen van onderzoeken? Dit zijn in feite de uitwerkingen van waar staat je gemeente. Het was mogelijk om daar eigen vragen aan toe te voegen. Dat hebben we gedaan. Het heeft geleid tot een behoorlijke respons als het gaat om de WMO. Helaas een zeer lage respons bij de jeugd. En dan kun je zeggen, dat is haast niet eens meer valide. Dat is jammer. Dus we moeten inderdaad kijken of we daar aanvullend nog wel andere dingen kunnen doen. Samen doen is daar goed mee bezig. We stellen vast dat ze daar ook behoorlijk veel ophaalt. En wat we ook merken, dat we zijn wel erg blij mee, is dat de reacties van het Samen doen team zoals we die dit jaar horen, heel positief worden. In het begin was het echt wennen. En we hadden natuurlijk ook last van die regeling huishoudelijke hulp, als gezegd. Maar we merken dat dus nu de zaken positiever komen. Gaan we dat jaarlijks doen? Ja, we blijven natuurlijk jaarlijks evalueren. Dan, ook de heer De Vries voor Bles had in feite de fundamentele vraag van, maar hoe gaan we nou die agenda ook daadwerkelijk omzetten in actie en geld? Dat gaan we dus doen. Ja, en uw punt is van de behoefte staat centraal. Inderdaad, wat ons betreft doordringt dat het hele beleid. We hebben juist het verschil van transitie en transformatie gemaakt. Bij transitie was het zorgcontinuïteit. Dat hebben we weten te bewerkstelligen. Maar het moest anders. En dat moest juist niet meer vanwege een aansprakenregime met rechten. Nee, het gaat er juist om dat je situationeel bekijkt wat noodzakelijk is. Dus wat ons betreft is dat het hart van het verhaal. Dan, over het budget zijn nog diverse vragen gesteld. Ik ben blij met de belangstelling van de heer Middelkamp op dat punt. En als gezegd, wij zijn ook steeds bereid om elke vraag daarbij te beantwoorden, ook ambtelijk. Het is ook wel een beetje een ploetentocht, ook voor de ambtenaren, ook voor ons. Omdat je vaststelt dat er zoveel onbekenden zijn. We werden in september circulair in één keer geconfronteerd met twee kortingen extra op zowel de WMO als op de jeugd. Ja, dan moet je dat weer verwerken. Je hebt te maken met een open eindregeling als het gaat om de jeugd, hè, in een regioverband. Ja, dan heb je daar ook weer een extra in. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar we proberen dat zo goed als mogelijk steeds beter in de teugels te krijgen. En ik heb ook het idee dat dat ook steeds beter gaat. Ten opzichte van een jaar zijn we echt wel opgeschoten. Ik denk dat het wel verstandig is om de egalisatieposten die we nu hebben nog even vast te houden om in ieder geval de grootste schommelingen eruit te houden. Maar op een bepaald moment moet dat natuurlijk ook regulier beleid worden. Zo is dat ook. U vroeg nog naar de omvang van de keukentafelgesprekken. Ik denk dat we dat genuanceerd moeten bekijken. Het is niet zo dat elke vraag moet leiden tot een keukentafelgesprek. Er zijn ook wel enkelvoudige vragen.
En die moeten we ook enkelvoudig afdoen. Want een keukentafelgesprek is natuurlijk wel heel intensief. Een keukentafelgesprek is eigenlijk alleen maar aan de orde als er een eventuele maatwerkvoorziening voor gewenst is. Dan moet je hem doen, moet je hem ook goed doen, inclusief de advisering die erbij past, de cliëntondersteuning waar we het eerder over hadden. Het prioriteit voor de mantelzorg, die hebben wij inderdaad ook, dat heeft u goed gezien, die hebben wij ook genoteerd. We zijn bezig met een uitvoeringsprogramma, we hebben daarover het gesprek met de mantelzorgadviesraad. Ik ben graag bereid om u daar schriftelijk eind dit jaar, want dan zijn die gesprekken afgerond, daarover te informeren van welke acties wij meer precies denken te kunnen inzetten. Ook de heer Leuk had de vraag naar de financiën en het verhaal van het klanttevredenheidsonderzoek, hoe we dat gedaan hebben. Ik heb daar, dacht ik, iets over gezegd. En de verbeterplannen pakken we dus integraal mee in die agenda die ik aangegeven heb. Cliëntondersteuning had u ook. Gaan we dus mee aan de slag. Tot zover, voorzitter. Nou, ik ga ervan uit dat iedereen in de tweede termijn het woord wenst, want er ligt een vraag voor van de heer Middelkamp. Wie wenst in tweede termijn het woord? Ja, dan wil ik wel even specifiek ingaan op de vraag van collega Middelkamp. Mantelzorg hadden wij hier ook als punt staan. Alleen mantelzorg is voor ons ook iets wat wel heel hoog in het vaandel staat. Alleen ik heb getracht te kijken van, we hebben het hier over de transformatieagenda. En ik vroeg mij af of mantelzorg... Nou, als ik denk aan de transformatieagenda, dan denk ik vooral aan dat de mindset nog verder aangepast moet worden. Minder protocollen, meer verantwoordelijkheid. Dan denk ik bij mezelf van, ja, mantelzorg is daar misschien eigenlijk wel het ultieme doel wat je hebt. Dus ik vind wel dat mantelzorg wel heel veel aandacht moet hebben. Maar ik vraag me af, misschien kan het ook een vraag aan de wethouder zijn, of mantelzorg, want ik zie het ook niet terugkomen in de transformatieagenda, maar of die daar ook thuis hoort. Maar dat is misschien dan de vraag die ik dan via de voorzitter aan de wethouder kan stellen. Mevrouw Schepers. Ik heb nog wel een vraag. Net wat de wethouder zei, triggerde mij iets. De wethouder gaf aan dat de keukentafelgesprek vooral iets is voor het kijken naar maatwerkvoorziening. Maar is juist een keukentafelgesprek er ook niet voor om samen met de inwoner te kijken van, goh, hoe komen we nu tot een creatieve oplossing om juist zo'n maatwerkvoorziening niet in te hoeven zetten? Dat zou er zelfs naartoe kunnen leiden dat je nog minder maatwerkvoorzieningen hoeft in te zetten als je zo'n keukentafelgesprek toepast. Meneer Smits. De heer De Vries Robles. Nou ja, ik kan alleen maar heel erg blij zijn met de opmerking die net gemaakt werd over het keukentafelgesprek. Want dat gaat nou precies in op die individuele aanpassing van de voorziening op de individuele cliënt. En dat betekent dus... Zeker als je een algemene voorziening toewijst, dat je in ieder geval ook bekeken moet hebben of die algemene voorziening wel voldoende is voor de individuele situatie van die cliënt. En dat kan je niet af, volgens mij, zonder een gesprek met de cliënt gehad te hebben. Of de huiselijke situatie in ogenschouw genomen te hebben. Dus daar denk ik dat, als de wethouder van mening is dat dat keukentafelgesprek alleen nodig is om een maatwerkvoorziening vast te stellen, dan ben ik echt met hem daar, verschil ik met hem daarin van mening. Tweede opmerking, ik had nog iets over die uitvoeringskosten gevraagd, daar heb ik eigenlijk helemaal geen antwoord over gehoord. En de opmerking van de heer Middelkamp, wat vinden wij nou van die enquêteuitkomsten en welke targets zouden we daar eigenlijk in willen benoemen? Nou, in de tekst wordt gezegd dat rapport ons nog gaat geworden, want het is kennelijk nog niet definitief vastgesteld. Maar de eerste opmerking wil ik er wel op maken, want er is inmiddels landelijk onderzoek geweest en daarin bleek dat burgers in gemeentes beneden de 20.000 inwoners eigenlijk tevredener waren dan burgers in het algemeen. En het curieuze is wel dat uit het beeld van Ommen eigenlijk het omgekeerde naar voren komt. Want de scores van Ommen zijn op een aantal criteria juist lager. Dus dat vraagt wel om een analyse. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de wethouder gaf aan bereid te zijn financieel inzichten te geven als het gaat om die 1.080.000 euro.
Maar dan een beetje ongoing. Zo van, hè, we laten u regelmatig in de klankbordgroepen en commissievergaderingen en weet ik wat niet, een inkijkje gunnen in waar we staan en hoe het gaat. Maar u vraagt ons in het voorstel om te kiezen, en straks in de begroting, te kiezen voor 1.080.000 euro. En daar ligt, wat de VOV-fractie betreft, te weinig aan onderbouwing. Lees een projectplan met een aantal thema's benoemd, een aantal kosten die we gaan maken en waaraan besteden we dat dan. En wij zouden het heel erg fijn vinden om natuurlijk volgend jaar aan de hand meegenomen te worden van hoe gaat dit project en waar staan we nu en blijven we binnen budget, et cetera. Maar voordat we die 1.080.000 euro goedkeuren, zouden we eigenlijk een beetje inzicht willen hebben van wat gaan we daar nou precies voor doen. En niet alleen maar vertaald naar thema's, maar ook naar andere middelen die we daarvoor inzetten. Dus nog een keer de vraag of we dit vooraf, voordat we besluiten, dat zouden mogen inzien. En wat de vraag aan de raadsleden betreft, die is misschien niet, of misschien ook wel, dat weet ik niet, niet goed aangekomen. Het was niet mijn behoefte om nu met elkaar een gesprek te hebben over hoe belangrijk mantelzorg is, hè, want dat weten we wel. Maar in het stuk staat, het staat hoog op de agenda van het college. En dan denk ik, dan kijk ik nog even de raadsleden aan en dus niet de wethouder, van ja, maar wat kopen we daarvoor? En willen wij niet kaderstellend aangeven hoe wij vinden dat mantelzorg moet worden aangepakt? Als wij vinden dat keukentafelgesprekken heel erg belangrijk zijn en niet alleen maar voor maatwerkvoorzieningen, maar intensiever zouden moeten worden aangepakt, en dat beluisterde ik net een beetje, zullen we dan niet als raad een keer de koppen bij elkaar steken en eens kijken van nou, hoe zouden wij nou graag willen dat als we over een jaar die evaluatie opnieuw zouden doen, of wanneer dan ook, hè, dat daar een hele andere uitkomst komt. En dat de inwoner van Ommen heeft gemerkt en heeft gevoeld dat het anders gaat dan dat het tot nu toe is gegaan. En dat mag ook transformatieagenda heten, dat maakt me niet zoveel uit. Maar wij zouden graag daarover kaderstellend met elkaar in gesprek raken. En dat was eigenlijk bedoeld met de vraag van zojuist. En we raken door onze termijnen heen, voorzitter, maar we zijn niet uit beeld. We kunnen straks ook na deze vergadering met elkaar daarover spreken en kiezen of we dit wel of niet willen, voorzitter. Dank u wel. De heer Lubbeek. Ja, dank u wel, voorzitter. We zaten al even te kijken. Die keukentafelgesprekken, dat is toch wel een kernding in het geheel eigenlijk. Dat is eigenlijk het hart van het samen doen team. En elke keer als we een bijeenkomst hebben, dan vraag ik mensen van het Samen Doen team, hoe verlopen de gesprekken? Hebt u gesprekken? Ja. Iedere keer krijg je bevestigende antwoorden. En dan word ik toch wel een beetje argwanend als ik dat die keer zo hoor, dat er toch geen gesprekken plaatsvinden. Dus van wat dat betreft het CDA zouden we toch wel graag zien dat die gesprekken ook gevoerd werden. En niet alleen maar om maatwerkvoorzieningen te voorkomen, maar gewoon om te kijken, situatie thuis. Wat is daar aan de hand? En dat was eigenlijk de kern. Maar goed, ik ben het eens met de heer Middelkamp dat wij daar ook zeer veel waarde aan hechten. Dan nog één vraag misschien over dat Samen Doen team. Daar is ook een evaluatie van, heb ik begrepen. En als er een evaluatie is, zouden we ook die graag willen hebben. En misschien een aantal punten uit die evaluatie kunnen verfijnen waarop we misschien wat aandacht aan zouden moeten schenken. Bijvoorbeeld het keukentafelgesprek. Wethouder Scheler. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst punt van de mantelzorgers. Ik denk dat we het allemaal wel eens zijn dat mantelzorg hoge prioriteit verdient. In dit jaar is er een uitvoeringsplan mantelzorgen geweest met zelfs extra geld en stevig extra geld. En het college voert dit natuurlijk uit. Wij betrekken alleen mantelzorg natuurlijk wel ook in de nieuwe benadering van de transformatie. Dus zover heeft de heer Marsman wel gelijk. Het is niet als een eigen agendapunt opgevoerd. Ik denk dat het goed is, als zeker de wens is, om over mantelzorg nog eens een keer apart te praten. Dat op het moment dat we een stap verder zijn met die uitvoering van dat mantelzorgplan, om daar bijvoorbeeld in de klankbordcommissie nog eens een keer uitgebreid over te spreken. En dan kunnen we wellicht de mantelzorgadviesraad ook uitnodigen om hun bevindingen daar eens over te horen. Ja, het keukentafelgesprek. Daar kunnen we het heel lang over hebben, maar één ding is mij wel duidelijk. U ziet het keukentafelgesprek als een heel belangrijk item vanuit het Samen Doen team. Dat zie ik ook. En misschien was het iets te kort door de bocht dat ik zei van goh, het is natuurlijk wel met name ook gericht op maatwerkvoorziening.
Dat wil niet zeggen, dat zei mevrouw Schepers volstrekt terecht, dat er niet zeg maar ook juist creatieve wegingen moeten om te voorkomen dat. Hè, of in andere woorden, zoals de heer De Vries door best zegt, van ja, kijk, het moet situationeel bepaald worden. Dat is allemaal waar. En voor de goede orde, er is sprake in 38% van de gevallen voor over één jaarschijf. Dus we hebben het niet over alle keukentafelgesprekken van alle klanten, hè, want je hebt een meerjaren verhaal. Ik ben wel bereid om even de precisie te geven van, goh, van hoe gaat dat dan eigenlijk over het percentage. Want ja, anders gaan we te snel door de bocht het idee geven van goh, er zijn weinig keukentafelgesprekken. Dat is dus absoluut niet het geval. En met u onderschrijf ik dat belang. Maar nogmaals, ik heb met name willen aangeven van zeker als het gaat om die, op die maatwerkvoorzieningen die zeer specifiek zijn en dergelijke, daar is het bij uitstek van belang. Juist ook omdat daar de beschikkingen op rollen enzovoort. Maar met u van mening, natuurlijk moet het gesprek situationeel leiden tot liefst creatieve oplossingen die maatwerkvoorzieningen voorkomen. Ben ik graag met u eens. Dan, dus dat was denk ik het tweede belangrijke item. Het derde punt was van het verhaal van de uitvoeringskosten. Ik denk dat dat een opgave is die ik niet morgen klaar heb, maar ik snap de wens en daar ga ik zeker werk van maken om een uitsplitsing te maken van programma en uitvoeringskosten. Ik zeg jullie wel dit bij. Het begrip uitvoeringskosten is natuurlijk in dit verband ook wel, ja, het is niet eenduidig. Hè, want je zou kunnen zeggen, mensen van het samen doen team, hè, dat is uitvoering. Aan de andere kant, die doen direct ook iets aan, hè, aan zorgverlening. Hè. Dus nou, dat moeten we met elkaar wel weten. Maar ik ben graag bereid om daar nader studie naar te verrichten. Dan richting de Middelkamp, richting de financiën. Wat we u vragen is een meerjarenprogramma, maar in de begroting doet u voor het komende jaar de 176 en de 184. Ik snap dat u wil weten van, goh, waar gaat dat naartoe? Nou, ik ga kijken of ik zeg maar een duiding kan geven van de prioriteiten binnen die, er was ook een andere vraag in deze raad, van waar gaat dit nou met name naartoe? Daar is ook wel een beeld bij. Daar kan ik u een schets van geven. En in de uitvoering zal ik ook zeker aandacht vragen voor een goede verantwoording naar u toe. Want het is drie keer eenmalig. Er is ook al gezegd, van, wordt dat dan niet een keer structureel? Ik meen dat dat de ChristenUnie was. Nadrukkelijk is de bedoeling dat dit incidenteel is. We gaan kijken van, of we ermee mee komen. En het is natuurlijk heel belangrijk omdat je na zo'n eerste jaar ook ziet van, hey, hoe is het dan gegaan? Ook voor de toekenning in een tweede jaar. En met andere woorden, voor de begroting van het komende jaar moet u natuurlijk weten, niet alleen waar het aan besteed is, maar ook waarom het nodig is om dat zeg maar een jaar nog te doen. Dus zo zie ik dat voor me. Dus ik kan een duiding geven. Daar ga ik mijn best voor doen. Dat probeer ik natuurlijk te doen voor de begrotingsvergadering. Tot zover, voorzitter. Dan constateren we dat hiermee een einde is gekomen aan de beraadslaging en dit agendapunt maakt onderdeel uit van de agenda van 10 november, de begrotingsvergadering. En dan gaan we over tot agendapunt 10. Wie wenst daarover het woord? De heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Moet ik even kijken. Ja, ik heb het wel opgeschreven, maar ik wou hem dus graag ook even bij hebben. Ah, ik heb hem wel, denk ik. Even kijken, punt 10. Ja. Ga snel. Voorzitter. Iets bij. Ik heb vijftal vragen heb ik. Bij de uitgangspunten, pagina 3. Er staat bij punt 3 staat iets over financieel dekkend voor ook de zorgaanbieders. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de zorgaanbieders. Even kijken. Heb ik nou de verkeerde? Nou. Ik zal het gewoon maar opnoemen. Graag een toelichting wat daar concreet mee bedoeld wordt. Want het zou namelijk zijn financieel dekkend voor de zorgaanbieders. Met andere woorden, volgend jaar hebben we geen faillissementen meer van zorgaanbieders. Zo hebben we dat kunnen lezen. Punt 4. Er staat uitvoering. Oh ja. Uitvoering van de algemene voorziening, et cetera.
welke constructie hij toepast. Wat betekent dit in de praktijk van alle dag? En als de cliënt hiermee niet tevreden is, welke stappen kan die cliënt dan zelf ondernemen? En dan over de pilot. De uitwerking van de pilot. Daar hadden we ook nog een vraag. Worden zorgaanbieders en participatieraden daarbij betrokken? En ook graag een toelichting hoe dat proces tot nu toe verlopen is en ja, welke stappen er al gezet zijn en wat er nog te doen staat op korte termijn. En vier, het staffelen van een eigen bijdrage, voor ons toch wel een belangrijk onderdeel. Wij vinden dat er een staffel aangebracht wordt, een goede zaak. Maar is er ook bij de uitwerking extra aandacht voor de groep ouderen, met name oudere vrouwen, met een klein pensioentje? Is daar ook rekening mee gehouden? En dan stond nog aan het eind van het stuk stond nog een schematisch overzicht van de planning. En ik miste daar ergens een evaluatie in. Er stond tussen punt 10 en 11, mis ik een evaluatie van het geheel. Wij gaan juli 2017 in één keer over, volgens mij. En ik mis daar een evaluatie van de pilots, de ervaringen. Dat waren de vijf vragen. Ja. De heer Middelkamp. Voorzitter, slechts één vraag. In het stuk gaat het over de definitie van wat een schoon huis is. En zojuist kwam het al naar voren dat je daar eigenlijk in maatwerktermen over zou moeten spreken. Omdat het ene gezin en het ene huis het andere niet is. We spreken over een algemene voorziening en daar gaat het om standaarddefinities. En hoe kijkt u naar de spanning die erop staat door enerzijds voor een schoon huis maatwerk te moeten leveren. En anderzijds dat via een algemene voorziening te willen regelen. En dat allemaal binnen het kader van een schoon huis. Mevrouw Weddas. Dank u, voorzitter. Vanuit de evaluatie de algemene voorziening huishoudelijke hulp mis ik een aantal punten waardoor ik het rapport nogal warrig vind eigenlijk. Want er wordt percentages gesproken, maar percentages op wat? Er wordt één keer genoemd dat er 279 mensen gebruik maken van de huishouding, maar verder worden er geen aantallen genoemd van wat de omvang is geweest van de hele enquête. En dat is toch leidend over hoe je hele rapport schrijft en waar de kosten vandaan komen. En er wordt ook de hele tijd stukken geschreven over percentages die tevreden zijn en vervolgens kritieke geluiden. Dat is goed dat die worden gegeven, maar daar worden geen percentages meer bij genoemd. Hoeveel is er kritiek? Gaat het om 2%? Gaat het om 20%? Dat vind ik wel belangrijk om mee te nemen in het stuk om daar te kijken welke kosten je daarop gaat doen en vernieuwing in pilots en dergelijke. Dus eigenlijk met de evaluatie kan ik niet zoveel mee naar de toekomst, omdat het maar half beschreven is. Mevrouw Schunselaar. Ja, er moest geactiveerd worden. Voorzitter, een paar vragen. Er staat op een gegeven moment dat er 145.000 euro extra gereserveerd wordt ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt dan uit het budget van de WMO. Begrijp ik dat goed, dat het daar niet meer nodig is? Of is het zo dat je hier ergens op drukt en aan de andere kant dan nadelige gevolgen op termijn uitkomen? Met andere woorden, krijgen we later verzoek om meer geld binnen de WMO te reserveren. De nieuwe staffeling is verstandig om de hulp bereikbaar te maken voor meerdere mensen. Het is ook goed dat er gekeken is naar de duur van de hulp. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat de 2 uur, dat niet al te veel is. Daar ook nog graag een reactie op en wat u daar verder aan gaat doen. En als je het raadsvoorstel leest, op pagina 2, daar was ik echt werkelijk de draad kwijt. Er staat in het raadsvoorstel, dat is een stuk wat het college stuurt aan ons als raad. En er staat, we hebben op 11 oktober jongstleden kennis genomen van dit raadsvoorstel met betrekking tot de continuering van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en deze financieel te ondersteunen. Daarnaast hebben we ingestemd met de startnotitie voor ABC, et cetera, et cetera. Ik ben hier de draad kwijt. Wie schrijft nu aan wie? Misschien kunt u me dat nog nader uitleggen.
En de laatste vraag is, wordt voorgesteld om de contracten te verlengen met 5 maanden. Want de datum 1 januari aanstaande is niet meer haalbaar. En dus mijn vraag, was dit niet te voorzien? Kom men dus niet eerder met de voorbereidingen starten? Want in de notitie wordt gesproken over de verschillende fases. Vanaf augustus, oktober 2016 tot 1 juli 2017. Word ook even verwezen naar de notitie van oktober 2016. Ik heb altijd geleerd, als je iets moet laten doen, zeg maar per 1 januari 2018 of 2017, wat dan ook, dat je vooruit moet denken en dat je eerder moet starten. En daar zou ik graag een reactie op willen hebben. Dank u, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter. De vraag over die staffeling van de eigen bijdrage, die zijn al gesteld inderdaad. Het is nog niet helemaal helder hoe het er precies uit gaat zien. Natuurlijk wel belangrijk. Het gaat wel om de groep. Die zit tussen 110 en 130% van de bijstandsnorm, die daarvoor niet in aanmerking zouden komen en die mede hierdoor wel eens zorgmijdend zouden kunnen zijn, is ook inderdaad inzichtelijk hoe groot die groep is en hoe we die groep kunnen gaan bereiken. Dat was de vraag. Mevrouw Schepers. Ik had één korte vraag. Bij de risico's wordt gesproken over het uitstel van 5 maanden, maar dan staat er bij 1 juli. Is het nu 6 maand 1 juli of 5 maand 1 juni? De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, het doet ons in ieder geval deugd dat we dit onderwerp op de agenda hebben. Want als je op straat of op feestjes of waar dan ook zit, dan is dit vaak het onderwerp waar het over gaat. En waar volgens ons inzien ook echt forse knelpunten zitten. Dus blij dat het op de agenda staat. Een vraagje over die 145.000. Op bladzijde 3 en ook op bladzijde 4 wordt telkens gemeld dat die 145.000 vooral gekoppeld is aan het staffelen van de eigen bijdrage. Toch zien we in het besluit onder punt 2b dat er ook gekeken gaat worden naar de algemene voorziening in het kader van het Schoon Huis. Kan de wethouder bevestigen dat die 145.000 euro ook daar deels voor bestemd gaat worden? En dan nog een vraag, dat in het stuk wordt verder ook nog gesproken over extra ondersteuning zoals wasverzorging en maaltijden. Is dat nog iets wat nog verder meegenomen gaat worden? Want in het besluit wordt daar verder geen melding meer over gemaakt. En dan ja, alles afwegende, en dan sluiten we een beetje aan op de vraag van de VVD. Wordt die 2 uur dan nu ook opnieuw weer even tegen het licht aangehouden? En de laatste vraag is meer een opmerking. Wij waren verbaasd eigenlijk in het raadsvoorstel te lezen op bladzijde 2 bovenaan dat wij in Ommen blijkbaar meerdere participatieraden hebben. En daar was ik me nog niet zo van bewust. Het woord is aan wethouder Schelen. Van de nieuwe gemeente. Ja, op het gevaar of inderdaad om te zeggen van dat meerdere raden zijn van die ene grote gemeente. Nee, dat gaan we maar niet doen. Voorzitter, dank u wel. Heer Leubik vroeg van, goh, hoe zit het nou met het verhaal van die dekken van die zorgaanbieders? Nou, deze evaluatie heeft ook plaatsgevonden bij de zorgaanbieders. En ja, die hebben ook wel aangegeven, dat hoor je steeds meer, dat zorgaanbieders moeite hebben om voor bedragen die ervoor gegeven worden, om deze taak uit te voeren. En dat betekent dat we dus echt moeten doordenken van, goh, hoe zien wij dit verhaal voor de toekomst? Vandaar ook dat dit op de veranderagenda is komen te staan. Dat is daarmee bedoeld. U vroeg ook, en ik denk dat de kern is van goh, algemene voorziening. En wat nou als dat nou niet het geval is? Hoe werkt het dan? De rechter heeft heel duidelijk uitspraak gemaakt van huishoudelijke hulp is een taak voor de gemeente. Valt onder de WMO, dus die moet je tot jou. Dat is 1. 2, je komt er niet mee op voorhand door te zeggen er is een algemene voorziening klaar. Met andere woorden, je moet je ervan vergewissen dat situationeel dit past of niet. Het betekent dat zeg maar, er wel degelijk ook mogelijkheden zijn om hier maatwerk op te verrichten. Dat gebeurt ook in de praktijk. De pilot, zijn daar de zorgaanbieders en de participatiewet bij betrokken? Ja, het is ook maar zeer embryonaal. We zijn nog maar net begonnen met de gesprekken, onder andere met de Zilveren Kruis. Dan de staffelingen van de eigen bijdrage. Ik zie uw punt van ouderen met een klein pensioentje als een nadrukkelijke suggestie. Neem ik graag mee. Dan evaluatie. Dit was een evaluatie
Dus eigenlijk vraagt u naar de evaluatie van de evaluatie. Ik denk dat het wel verstandig is dat over een jaar inderdaad eens moeten kijken van hoe dit zeg maar gevallen is. Dus dat gaan we zeker doen. Of dat een volledige evaluatie is met alle toeters en bellen zoals we nu hebben gehad, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Maar we moeten natuurlijk even de vinger aan de pols houden. Ja, de heer Milkamp had ook een fundamentele vraag, hè, over algemene voorziening en maatwerk. Ik hoop dat in het antwoord naar de heer Leuwig ik daarmee het antwoord gegeven heb. Mevrouw Berners vroeg nog van ja, hoe zit nou die enquête in elkaar? Ja, het is in feite een combinatie. In het vorige stuk op deze agenda zag ik dat er klantonderzoek was geweest. Hè, op basis van waar staat je gemeente? En daar staan die cijfers die vroeg in vermeld. Wat deze elementen betreft, dit waren gesprekken met samen doen, met zorgaanbieders. Ook in een eigen EKT. Hè, en dat zit dus niet op cijfers en percentages. Dus vandaar wellicht de verwarring. In de cliëntonderzoeken hebben wel de cijfers staan. En die staan ook vermeld in het stuk wat u eerder hebt besproken. Mevrouw Schunselaar. Eigenlijk wel een mooi beeld van goh, krijgen we hier geen waterbedeffect? En dat is wel een punt van zorg. En die snap ik. Ik kan daar nu niet zeg maar op voorhand van zeggen van dat niet gaat gebeuren. Kijk, ik merk wel dat de samendoenteams hier wel scherp op zijn. En dat komt ook omdat we natuurlijk wel zeg maar steeds preciezer worden. U vroeg bijvoorbeeld naar die 2 uur, hè? Is die daarmee nu van tafel? Nou, we gaan hem inderdaad nuanceren. En daarbij kom ik ook, wat de heer Marsman zegt, van hoe zit het nou met het wassen en de maaltijd? Kijk, op het moment dat je dus maar de indicatie hebt van een wasbeurt erbij, ja, dan weet je dat je met 2 uur niet uitkomt. Zo simpel is het ook. Dat is voor ons een reden om die 2 uur niet meer zo strikt toe te passen. Het gaat om de indicatie, om de inhoud, en dat is bepaald. En dat het doorgaans 2 uur is, oké, dat mag. U vroeg nog een beetje wie schrijft aan wie. Ja, dat krijg je met al die evaluaties en dergelijke. Dit is nu richting van het college. De samenstel van evaluaties brengt ons tot de slotsom. Van goh, op het gebied van de huishoudelijke hulp zijn er 2 echte knelpunten. Dat is die 2 uur die te strikt is. En dat is de staffeling die nodig is om de eigen bijdrage te doen. Dat stellen we nu aan u voor. Dat heeft een aantal financiële consequenties. Die 145.000 euro, daar is alles wel bij te doen. En nog even naar de heer Marsman toe. Ja, daar zit dus inderdaad ook in die verruiming van die 2 uur. Beide maatregelen zitten daarbij. Het contract verlengen, kon dat niet worden voorzien? We hebben dit wel heel precies willen doen, juist omdat dit zo'n gevoelig onderwerp is. Dus we hebben er ook echt die meerdere evaluatie op gehad. Dus dat is de reden waarom dat nu wat later is geworden. Nou, mevrouw Schepers heeft heel goed gelezen, die 5 en die 6. Maar heel eerlijk, ik ga dat even na. U hoort van mij nog hoe het precies zit. En ik dacht dat ik het antwoord richting de heer Moerman al had. Naar de ChristenUnie, naar de heer Marsman al had gegeven. Tot zover, voorzitter. Wie wenst in tweede instantie het woord? Mevrouw Schepers. Ik heb nog 1 aanvullende vraag over dat staffelen. In de evaluatie staat ook beschreven dat er nu een groep is die de bijdrage nu niet wil of kan betalen. Is er dan niet ook een risico als je gaat staffelen straks, dat er een grotere groep is die het wel kan en ook wil gaan betalen, en dat dus je kosten toenemen, dat meer mensen er gebruik van gaan maken? Of is er nu ook zicht op dat er een groep zegt, nou, ik betaal die eigen bijdrage niet, dat is mij te hoog? De heer Moerman. Ja, ik had nog een vraag gesteld, die sluit een beetje op aan over die eventuele zorg. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, deze vraag is naar aanleiding van een antwoord van de wethouder van zojuist. En die gaat over de activiteit wassen. En toen raakten we even het spoor bijster, want wassen is een activiteit die onder zorg valt en niet onder huishoudelijke hulp. En misschien dat u daar nog eventjes... Voorzitter, de heer Middelkamp heeft het woord. Die wordt gesouffleerd van alle kanten omdat het mogelijk een precies ander soort wassen is dan dat hij bedoelt. Maar de wethouder zal daar straks op terugkomen. Ja. Oh, daar gaat hij. Voorzitter, dankzij mijn souffleurs trek ik de vraag in, want ik heb begrepen dat het een ander type wassen is. Dus de vraag kunt u als niet gesteld beschouwen. Dank u. Het woord is aan de wethouder.
Ja, voorzitter, een kind kan er was doen. Maar ik merkte dat ik ook wel snel in mijn beantwoording was, ook een beetje door het getijdstip, dus ik snap je verwarring. Wat rest is de vraag van mevrouw Schepers en ook van Moerman. Hey, hoe zit het nou met die staffeling en de gevolgen? Ja, er is inderdaad zorgmijding, dat horen wij. We hebben daar niet precies de getallen bij. Maar wij denken wel dat het een serieus probleem is. Juist omdat we dit zo vaak horen. En het gaat inderdaad met name over de groep die de heer Moerman duidt. Hè, de 110 tot 130. We hebben daar indicaties van. Hè. Op basis van het minimabeleid weten we ongeveer van wat voor groep dat is. Maar het is heel ingewikkeld om daar dit aan te hangen. Omdat niet alle mensen die 110, 130 hebben... hiervoor in aanmerking komen. Dus dat maakt het heel erg lastig om een duiding te geven over het aantal. Er zijn voorzichtige berekeningen gemaakt. En we denken dat we dus met dit geld er wel degelijk komen. Ik kan de ambtelijke rekenexercitie u nog wel doen toekomen. Maar er zijn dus wel heel veel voorbehouden bij gemaakt. We hebben voorzichtig geschat, dat kan ik u wel zeggen. En we zijn ook heel blij dat de participatieraad hier met name... zeer, zeer content mee was. Want ook zij, en zij zijn toch de mensen die het uit de samenleving ophalen, hebben hier met name voor gepleit. Scherper kan ik hem helaas niet maken voor u. Maar als u zegt, ik wil uit de praktijk weten van hoe dit loopt, kan ik natuurlijk wel over een jaar aangeven van, wat zijn dan die getallen? En dan hebben we daar meer zicht op. En wellicht moeten we dat dan doen. Dan zijn we aan het eind gekomen van dit onderwerp. Dat gaat naar 10 november. Tijdens de begrotingsvergadering gaan we dat behandelen. Er resteren nog integraal voorstel jeugdhulp en de visie jeugdhulp, IJzerland. Die schuiven we door naar de raad van 17 november. U hebt zich daar allemaal op voorbereid, dus de vragen zou u via de Griffie morgen al kunnen insturen. Om een efficiënte raadsvergadering te kunnen laten plaatsvinden. En aan het eind van deze vergadering doe ik u nog de suggestie om in de fractie nog eens kritisch te kijken naar technische vragen. En ik weet dat dat een beetje een lastig gebied is van wat is nou technisch en wat hoort hier nou thuis. Maar ik stel het bewust nog even aan de orde, omdat ook ambtenaren vanavond hier weer aanwezig waren om vragen te beantwoorden. En een aantal van de vragen die hier vanavond gesteld zijn aan de wethouder, die hadden ook aan de ambtenaren gesteld kunnen worden. Hiermee sluit ik deze vergadering wel thuis.